Link 2, X, R, F, 0, 8, 8, Bravo. Ben je het richting om? Ja, dag Robert. Over 5 minuten de D-Star-ronde van PSS Echo. Ja, ik zat al aan te denken, ja. Het is half 10 is dat mijn tijd. Ja. Ik weet niet, de lady die wel eventjes naar het strand is. Dus. Ah, ik weet niet of ik nog wat kan meepikken, maar als we namelijk weg moeten, dan is het helaas in de kast. Maar ik hoor niet veel meer over dat je zal. Heb ik nog steeds zo knetterdruk of zijn die mensen onder terug van wie jij het werk moet overnemen? Nee, het is wel wat rustiger, maar ik voel me vandaag niet super lekker, moet ik zeggen. Dat is al 2 dagen zo. Ik heb dat wel eens vaker. Ik denk dat het stress is van vorige week. Maar in ieder geval, ik voel me niet super. Dus ik concentreer me even vooral op mijn werk vandaag. En ik heb redelijk wat geslapen de laatste tijd. Dat is heel erg raar voor mijn doen, want dat doe ik nooit zoveel. Maar ik ben vanmiddag in slaap gevallen. En gewoon opdracht en deadline gemist, ook daardoor. Dus niet zo erg, maar wel slurig. Ja, ik heb een mooi verhaal opgehangen. Dat ik in slaap val, dat maakt niet een goede indruk bij de klant. Dus ja, mijn planning is, ik weet niet of je dat weet, maar ik werk vooral met heel kleine opdrachten. Hè? Dus mijn planning is, dit is trouwens PSS Echo, maar mijn planning is zeer gecompliceerd. Bijvoorbeeld, vandaag was een rustige dag en ik had 4 opdrachten. En die zijn dan allemaal een half uur of zo. Dus het is echt gewoon een enorme administratie als je niet oppast. Gelukkig heb ik daar iemand voor ingehuurd die dat deels doet. Maar zelf moet ik wel de opdrachten aanmelden. Dus ja, dat is heftig. En het is in de afgelopen tijd nog sterker toegenomen, ook qua complexiteit. Doordat er een opdrachtgever bijgekomen is. En ja, een deel van het werk komt allemaal van dezelfde club, maar van verschillende subafdelingen ervan. Maar die houden wel enigszins rekening met elkaar. Die communiceren wel als ik het druk heb. Maar er is nu een club bijgekomen waar dat niet zo is. Dus ja, vorige week kwam alles samen. Hè? Maar ja, ik voel me vanavond een stuk beter, maar ik heb niks aan de ronde voorbereid. Dat gebeurt vaker. Maar ik heb ook geen promotie gemaakt, dus ik ben wel blij als je tot na 8:30 er nog bent. Nou, ik ben er zover. Ik heb het door mijn lange doorgang zo gemanipuleerd dat het bijna niet anders kan dan dat ik je als inmelder kan noteren. Van PSS Echo. Ja, PSS Echo, ja, die voelde ik al aankomen hoor. Ja. Nee, we hadden net vergeten. We hebben het al heel erg laat. Het is nu al 9:30 oké, okay, nou gaan. Maar ik dacht dat het namelijk even een mondeling moet maken. Ze is gek op ijs, dus omdat al iedere avond moet er ijs gegeten worden ergens of zo. Nee, dat moet dan maar. Ja. Maar ik kan even kijken wie er allemaal inmeldt en zo. Ze is nog even bezig in de keuken, dus dat duurt om leven. Ja, het moet allemaal een brand schoon hier. PR3 BKL. Ja, ik ben bijna niet QRV geweest. Ik heb gewoon de boel even uitgelaten. Ik heb meestal toch nog over audio aanstaan, dus het stond nog genoeg aan. Maar ik heb ook iets meer naar 2 meter geluisterd, omdat ik daar wat, ja, dat zul je net zien. Ik had een 2 meter repeater een paar weken geleden voor de grap op een conference gezet, waar nogal veel gesprekken in het Engels waren allemaal rondes. Meestal duurt het een dag of 3-4 en dan houdt het ineens weer op. Het wordt heel chaotisch georganiseerd en wat waaraan gekoppeld is. En nou ja, goed. Het dunde al wat uit, maar er waren toch verschillende mensen hier in de regio, met name luisteramateurs, die dat erg leuk vonden. Dus ik heb vrijdag de analoge repeater zo ingesteld dat hij om 2:30 smiddags naar die Amerikaanse rondes ging luisteren. En dan om 6:00 s'avonds weer naar, nou ja goed, dat heb ik je verteld in de mail. In ieder geval is het zo dat na afgelopen zondag is het aantal rondes wat nog te horen is, is volkomen opgedroogd. Dus kennelijk hebben ze die conference die ik daarvoor gebruikt weer losgekoppeld. Het vindt allemaal plaats op Allstar en niet op Echolink. Dus ja, het is zo dat ze dan af en toe een paar van die Echolink conferences eraan koppelen, maar kennelijk wil de eigenaar dat dan niet. En gaandeweg communiceert hij naar iedereen van, ja jongens, maar dit is niet de bedoeling. En vervolgens wordt het dan weer stil, hè.
Dus ik ben al naastig op zoek naar welke reflectors er dan nou zitten. En er is een conference, maar er is een conference waar alleen, hoe heet dat, op zit. Ik moet trouwens een ronde starten. Maar een conference waarop staat all nets, we have very many nets, of zoiets staat erbij. Het enige is, daar is geen enkel net op te horen op die conference. Dus kennelijk is dat ook misgegaan. Ik ken iemand in Nieuw-Zeeland die daar zich enigszins mee bemoeit. Dus ik moet die maar eens mailen dat... dat hij me even uit de brand helpt waar ik aan moet koppelen. En ik heb ook iemand in Australië die er redelijk in thuis is. Daar wordt ook van alles aan elkaar gekoppeld, ook aan Amerikaanse reflectors. Dus, en het is allemaal een combinatie van meest DMR, Allstar en Echolink. En die DMR kwaliteit is zo goed dat je het ook niet hoort analoog dat het DMR stations zijn. Dus dat is best wel welkeurig. Goed, ik ga de dienstaronde beginnen. Ik was al met Robert in QSO en die kan ik nu als eerste inmelden noteren. Sterker nog, dat heb ik al gedaan. Zijn er nog meer inmelders voor de dienstaronde? Dit is PA6 Echo. Volgende auto, je volgens maak jullie uit. Papa Golf, Foxtrot Romeo Lima, luistert mee. Ja, Frans genoteerd, FMJ en Storm 5 FNL. Nog meer inmelders. Dit is PA6 Echo voor de dienstaronde. DWP, goedenavond. Het gehoord, maar ik vond het niet heel veel spannend wat houdt het. PNO is een keer af. Delta Uniform, papa. DUP gehoord, 4DX en 0WCA. Zijn er nog meer inmelders, PSS Echo? PA0PRI. Rolf ook gehoord, PRI. Een WCA moet ik maar even in het lijstje zetten. Oh oh. Ik schrijf het niet met pen, want anders zou het niet leesbaar zijn. Dus het gaat allemaal erin meteen de computer in. Hè? Zijn er nog meer inmelders? PA6 Echo. Niet gek, het is meteen zonder reclame al een van de beter bezochte rondes. Zeker op het moment van inmelden, want meestal zijn er bij het inmelden een stuk of 4, 3 soms. En dan komt dat later wel goed. Maar als er nu later nog wat bij komt, dan hebben we zeker een goede ronde. Hè? Ja. Het zou kunnen, Frans, dat ik jou nog mail binnenkort over je 3D-printer. Dat is een kennis van mij die overweegt om er zo eentje te kopen. Ik weet niet of jij ook een Prusa hebt, net als Robert. Robert probeert me ernstig te pushen om haar in de richting van een Prusa te krijgen. Maar... ja, daar moet ook wel budget voor zijn, hè. eens even kijken. Nee, ik geef toch de microfoon naar degene met wie ik eigenlijk al in verbinding was, maar die ik na 8:30 nog niet gehoord heb. Want anders is hij niet officieel bij de ronde betrokken, hè. PA3 BKL, de ronde PSS Echo. En ik begrijp dat jij op ieder moment kunt verdwijnen. Nou, dat moet je gaan zien, hoor. Dat is vaak wordt dat aangekondigd en dan... Ja, dan gaan ze weer langs de make-up tafel en dan weer even wat schoonmaken en dat rommelt nog een beetje aan hier, hè? Ja. Ja, ik had voor mijn IC705, die wil ik natuurlijk mooi op een standaardje zetten, lekker hoog, dat die op de tafel kan staan en zo. Dan kan je lekker bij alle spoortjes en zo, dan staat het een beetje in je gezicht zo, dat apparaatje. En ik had hier een paar van die Chinese tripootjes en het was allemaal metaal en dat stond vrij stevig. Alleen hele kleine tripootjes, dus ja, één duwtje en hij zou omvallen. Dus dan heb je van het Italiaanse merk, Monfrotto, dat is heel bekend. Daar heb ik al eens voor mijn fotografie hobby ook wel eens hele mooie statieven van gekocht en zo. Die zijn behoorlijk aan de prijs, maar... Toen dacht ik van, zo'n Monfrotto, nou is Monfrotto, heet het, Monfrotto. Zou die nou niet een mooie standaard, een mooi tripod hebben voor die IC705? En ik vond er eentje, er was nog een nieuw model ook. En ik denk, nou, dat ziet er al goed uit en zo. En
Ja, het was dan allemaal heel erg stevig met een aluminium kogel erin. En ik denk, bestellen dat ding. Dus dat kwam vandaag binnen. En ik even uitpakken en dan ziet het allemaal goed uit. En ik zet die 705 zet ik op die standaard. En dan ben ik al een beetje een apart figuur. Dan ga ik altijd even een beetje zo'n apparaat al een beetje in trilling proberen te brengen. Om te kijken of alles steady is, rock steady. Dus bijvoorbeeld, als je met je vinger op het scherm drukt als schermbesturing, dan moet dat ding gewoon stil blijven staan. Maar hij wibbelt helemaal. En waar kom ik nou achter? Alles is van metaal in dat tripo. Alleen een stukje tussen de bol en de schroefaansluiting is kunststof. Ja, ik ga denk ik even een brief schrijven aan Manfrotto. Wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn daar. Ik heb al zitten kijken of ik die bal niet kan veranderen, die bol. Er zit aan de onderkant een schroefje aan, dan kan je aan de achterkant van de bol kan eruit lichten. Ik denk toch dat ik er even op zoek ga naar een nieuwe metalen bol, anders gaf het ding maar weer terug naar de leverancier. Hè? Nou, daar kwam de pest over in. Als nou een ding van 3 euro was, zou ik zeggen, nou ja, dan snap ik wel dat je als plastic maakt. Maar net dat ene stuk wat de stabiliteit van dat tripo stevig maakt, dat hebben ze nou in plastic uitgevoerd. En dan denk ik van, jongen. Toestand. Ik geef me even terug aan de onderleider van PR3BKL. Ja, nou, er zijn twee dingen die me wel verbazen. Het is PR6 Echo. Meteen kan het een, maar als ik het zo hoor, dan is dat niet zo. Want je bent, ik weet dat jij mechanisch vrij goed bent. Maar het kan natuurlijk wel een reden hebben dat ze dat in plastic gedaan hebben. En wie weet is dat wel de juiste en beste methode. Maar waarom print je zo'n ding niet op de 3D printer uit? Ja, dan is hij helemaal van plastic, wou je zeggen. Maar goed, dat komt misschien zometeen nog, als de make-up tafel nog in bedrijf is. Microfoon in Frans, PD4 FMJ. Kun je kwijt wat voor merk 3D printer je hebt? Is dat niet helemaal een dienst daaronder, maar toch wel weer wel. Want je kunt met die 3D printers fantastisch mooie behuizingjes maken voor je hotspot. Hè? Een microfoon aan jou, Frans, van PD4 FMJ van PSS Echo. Ik heb inderdaad een printer en de 3D-printer en ik ben er zeer tevreden over. Want de meeste printers, als die een tijdje stop staan en je zet ze dan weer aan, dan moet je allerlei toestanden uithalen om hem weer goed aan de praat te krijgen. Terwijl deze, ik moet even afkloppen, maar hij blijft gewoon printen. En dat ook de filament die blijft keurig in de nozzel zitten enzovoort. Dus ben ik zeer tevreden mee met deze printer. En qua prijsverhouding en qua wat die kan, is het echt een hele leuke printer. Ik weet niet zeker of ik het gemist heb, Frans, maar welk merk heb je? Heb je ook een Prusa? Ik heb hem bij 123 3D Print gekocht. En dat is een Anex. Dan moet ik even zelf weer even denken. Dan kijk ik gewoon even op 3D printer. Dan zal die dan nog wel staan, denk ik. Dat is vrij populair. Ik zie er wat aan de staan. De Anet A6. Volgens mij heb ik de Anet A3. Dat is eigenlijk rond de 149 euro en je bent klaar. Oh, dat is niet gek. Dat is wel een aardig bedrag. Ja, ik zag al voor 84 dat er eentje was, maar ik ben dan toch wel een beetje voorzichtig of het echt goed is. Dus ik wil eigenlijk wel inderdaad, want volgens mij kan er een hoop misgaan bij zo'n ding, hè? Dus je kunt er een hoop ellende mee hebben. Ik wil er zelf nog niet eentje kopen. Misschien dat het er nog wel van komt. Ik vind het wel een heel interessant concept, hè? Voor
toevallig dat je printen kunt printen. Er zijn clubs die zelf die printers maken. En dan is het zo dat de bestaande leden die er al eentje hebben, die printen dan een printer voor de nieuwe leden. Dat vind ik echt een heel mooi concept, hè. Maar het is, wat me erg aanspreekt, die banketbakkersprinters, hè, waar je allemaal etenswaren mee kunt, marsepein en mee kunt printen, dat is ook wel heel leuk. Dat spreekt me ook wel aan, maar ik vrees dat mijn eigen architectuur daaronder zou leiden. Goed, microfoon naar PR3 DUP. Dit is een ronde, dit is Papa Alpha 6 Echo. Ja, goedenavond, dit is PA3DUP. De naam van deze kant is Wim, misschien in de Mike uit Zaandam. Ja, ik had het gelezen op centamclub.com, de oproep om je in te melden. Nou, bij deze doe ik dat dan, hè. En ik luister even mee, kijk hoe het allemaal gaat. En misschien heb ik dan ook nog wel een inbreng, hè, wat ik vragen wil. Maar ik wil eens even kijken hoe het allemaal zo'n beetje verloopt, want dit is natuurlijk een nieuwe ronde voor mij, hè. Ik werk hier met een 7100 van Icom, nou, en met een Raspberry hotspotje. Nou, gaat tot nu toe, gaat het goed volgens mij. En wat wil ik nog meer? En het is wel uitkomst, want ik woon toch wel vrij bepaald als je de achterkant van de rij woningen. En daar heb ik geen gelegenheid uit voor echt antennes. En de HF antenne is ook minimaal eigenlijk. En ja, het werkt met de smart tuner. Werkt het, maar ja, ze zeggen wel, je komt de straat niet uit. Nou, ik kom twee straten verder, dus ideaal is het nog niet. Daar praten we niet over, denk ik. Het is wel zonde, want ik werk wel nog niet zo lang. En ik had... Toen had ik er drie elementen, of twee elementen, fietsel staan, de FB24. En dan weet ik de wereld, hè. En dat was, dat in een vrij uitzicht. Dat heb je niet gek hoog, hoor, een meter of 7. Dus dat ging ook best mee. Maar dat draait uit de kunst. Later werd hij, ik heb hem gekregen. Het was wel een oud dingetje, toen werd hij toch een beetje gammel. Toen had ik alleen later nog alleen maar de diepol. Dat ging zelfs prima, hè. Ik zit toch wel eens te kijken of ik een schaatsje of zo. Want ik mag hier niet eens een vlaggenmast neerzetten. Dus ik wil ook geen moeilijkheden. Dus dan denk ik, nou, daar een soort met FB13 in. En dan, of iets gelijks, hè. Ik was wel dat ze nog gemaakt worden door... Ja, ik vind zelf iets opgeven. Maar ik dacht gelezen te hebben, hè. Maar ik had er hele leuke ervaringen mee. Dat is van nu even mijn bijdrage. Even terug naar netcontrole. Van Papa Alpha 3 Delta Uniform Papa. En dan een gezellige ronde. Ja, Rosje Wim bij PSS Echo. Ja, vervelend is dat. Amerikanen doen dat vaak. Hè. Enorme vlaggenmast neerzetten. En daar dan, die dan als antenne gebruiken. Of de vlaggenmast zelf of een eenvoudige antenne erin gebouwd. Hè. Vooral in Amerika zal je niet snel kritiek krijgen als je zo patriotisch bent dat je een enorme vlag wil neerzetten. Hè. Dus, dat is ook wel een grappig fenomeen. Er zijn veel zendtomateurs die daar gebruik van maken. Ja, ik ben zelf, want ik heb hier wel best wel veel storing. Dus ik krijg dat wel weg. Ik heb zo'n QRM eliminator, hè, van het X-fase principe. Maar het is toch altijd een gehannes. Dus ik ben mij langzaamaan tot een portabel HF-station aan het ontwikkelen. Met draagbare zendontvangers. En zendontvangers die je mee kunt nemen. En zo klein mogelijk, gewoon op de fiets. En vlakbij hier is het natuurgebied, dus ik hoop daar regelmatig te gaan zitten de komende tijd nog, hè? De rest van de zomer. En ik heb daarvoor een Xiegu-zendontvangertje van slechts 5 watt, maar ja, ik doe een CW en ook een SSB. Maar volgens mij gaat het met SSB ook nog wel goed, hoor. Tenminste, ik heb dat vaak gedaan op mijn antenne hier ook en ik heb hier geen super antenne, hè? Maar ik moet wel wat experimenteren wat portabel dan het handigste is. Het liefst zou ik nog een portofoon hebben voor HF. Op een of andere manier vind ik dat intrigerend. Maar wat ik heb is een apparaat wat je met een schouderband kunt meenemen. En op zich is dat ook al heel fraai. Hè? Goed, microfoon naar Rob PA4DX van Papa Alpha 6 Echo. Dit is Echo, Papa Alpha 4 Delta X-ray retour. Ja, goedenavond John en alle andere luisteraars.
Even over 3D-printers. Johnny, in Amersfoort bevindt zich een makerclub. En die hebben ook van die dingen. Als je eens een keer informatie wil inwinnen of iets wil zien, dan kun je daar eens een keer heen gaan. Hè? Dan kun je ze allemaal uitleggen en laten zien wat de dingen allemaal kunnen. Hè? Die mensen zijn er helemaal wild van. Die kunnen er heel veel. Hè? Die hebben ook heel veel verstand van. Wat dat betreft. Hè? Ik heb zelf en heb ik hier een Ultimaker staan. Daar ben ik super tevreden over. Ik print eigenlijk uitsluitend ABS. En het gaat als een dealer. Hè? Dus wat dat betreft kan ik die aanbevelen. Ja, maar dat is anders een categorie van 3D-printen weer. Hè? Dus ik weet niet of je wat je precies zoekt in welke prijskategorie. Een Ultimaker is niet een heel goedkoop printer wat dat betreft. Hè? En nog even terugkomend op die rondes. Ja, nogmaals. Ik heb zitten luisteren naar zo'n knakker uit Alaska. Nou, en dat vond ik niet echt spectaculair om dat uit te zenden op 2 meter band. Ik weet wat die luistermateurs doen, maar ik weet niet wat ze willen horen. Maar ik vond het niet echt heel de moeite waard, zeg maar. Dat is mijn bijdrage. En voor de rest ga ik lekker meeluisteren. Groetjes vanuit Huizen. Papa Alfa Delta X en Papa Alfa 6 Echo. Over. Ja, nou, het waren hier luistermateurs en die kunnen niet op Echo inkomen. Dus dat, die vonden het wel, in ieder geval 2 daarvan. Er waren ook wel luisteraars met een... ik heb geen vervelende geluiden erover gehoord, dus, want dat had ik een beetje verwacht. Hè. Vooral in eerste instantie toen ik het net had opstaan, toen was het wel heel interessant. Want een deel van die netten die zaten in die regio waar het zo verschrikkelijk warm was. En er waren allemaal mensen die er last van hadden. En vervolgens kreeg je dat plaatsje Lytton, heette dat geloof ik, in Canada. Dat brandde uit en toen kon ik via die netten ook een deel van de hulpverlening horen. En ja, dat was wel erg interessant. Het was een goede test voor mijn 2-meter-repeater, want die heeft gewoon maar 4-5 dagen permanent van zender. Gewoon echt 24 uur per dag de zender aan en daar kon hij tegen, dus dat was een goede test. Dus wat dat betreft, het was wel leuk om dat te volgen. En ja, vervolgens wilde ik hem dus eigenlijk net ervan afkoppelen, want normaal koppel ik mijn repeater als een soort tweeling aan een repeater die in Kampen staat. Maar ik wilde dat doen en net op dat moment kreeg ik de eerste mailtjes binnen van ja, we vinden het toch wel erg leuk. Ik denk, ja, dan moet ik daar toch iets op verzinnen. Maar nu moet ik die conferentie in terug te vinden waar dat op zit. Ik heb ook wel eens overwegen om Allstar op de repeater mogelijk te maken. Dat ga ik misschien ook maar wel doen, dat gaan we zien. Dat lijkt wel erg op Echolink, maar het is wat beter. En wat moderner. Ik was nog vergeten om te melden dat Rob PA11301 zich ook had ingemeld via het chatkanaal. Dat kan. Het chatkanaal is onder andere bereikbaar op Mattermost van Hobby's Cove. Als je daar een account hebt, Daily Minutes heet het kanaal. En verder kun je er ook via IRC op. Dat kan ik uitleggen. Dus dan zou je dat even moeten vragen. Jawel, microfoon. Even kijken naar Wim, PLWCA. Goedenavond van Papa Alpha 6 Echo. En ik zeg het te weinig, maar ik moet erbij zeggen, dit is de D-Star. Ja, Roger, PSS Echo van PLWC. Mijn naam is Wim Evert, de Londen en het QTA Rotterdam. Ik werk met een CECOM 9700 in terminal mode, dus zonder hotspot. Hè. Ik werk rechtstreeks, gewoon van internet naar internet. Er zit geen hotspot tussen, dat kan met een 9700. En ik heb even inderdaad de codec, of de codec, de protocolletje tussen mij en de reflector is even gedebugd. Nou, wat hij doet inderdaad is gewoon de normale stream die je doet via, als je over een repeater werkt of zo, via RF. Diezelfde data wordt verpakt in UDP pakketjes. En dan stuurt hij ook netjes 50 UDP pakketjes per seconde, zoals dat voorgeschreven is in het protocol van ICOM, of toch in ieder geval van de codec. Dat is die samplefrequentie van 8 kHz en 50 pakketjes per seconde. Nou, dat doet hij ook netjes. Dus dat SIG-protocol is eigenlijk heel simpel wat ICOM gebruikt. Het is precies hetzelfde eigenlijk. Dus wat over AF gaat, of over frequent gaat. Alleen doen ze het dan hier via UDP pakketjes. Precies hetzelfde. Er zit hier volgens mij wel één vervelend dingetje in. En namelijk vraag jou, John, of jij een contact hebt met ICOM of zo, waar ik die vraag kan droppen. De verbinding wordt in stand gehouden door de reflector. Die stuurt iedere 10 seconden een ping naar de ICOM. Deze kant op, exact onder 10 seconden. Maar de ICOM, de 9700, reageert daar niet op. Dus na een uur zegt de reflector van, nou, hij zal er zeker wel niet meer zijn. Als je niks doet. En dan stopt hij ermee.
Eigenlijk zou deze, die Icon 9700 in terminalmode, op die pings moeten reageren om de verbinding in stand te houden van, joh, ik ben er nog steeds. Maar dat doet hij niet, die 9700, die was ook naar hem toegestuurd. Alle binnenkomende verkeer wordt gewoon wel bekeken, maar verder doet hij niks mee. Ja, behalve als ik natuurlijk een verbinding maak, dan reageert hij wel. Dus eigenlijk wat ik aan Icon vragen waarom... of die die ping kan laten beantwoorden door de 9700 en dan blijft de verbinding in stand. Maar goed, nu moet ik om het uur even de microfoon indrukken. Nou, daarnaast blijkt dat sommige reflectors anders ingesteld zijn. Dat is wel leuk om zo te zien. Als ik met XLX007 verbind, die is simplex, dan krijg ik een simplex verbinding op internal mode. Dus dan krijg ik ook als iemand al aan het zenden is, dan krijg ik een rood kruis te zien. Dat kan niet. En op deze reflector 088, die is duplex. Want als iemand anders zendt, dan krijg ik dus twee pijltjes te zien. Dat inkomende data. Dat ik ook inkomende data heb. Dus dat is even de perikelen. Ook met behulp van de Wireshark. Die er tussen had gezet om even te sniffen wat er nou allemaal over de lijn heen gaat. Nou, daarnaast heb ik even nog de app van PD4 FMJ gehad. Voor op Android smartphones, nou die weet goed. Als je die app van Frans hebt, dan kan je dus, krijg je in die app krijg je dus de reflector 088 te zien. Wat daar gebeurt, hè, wie er allemaal op zitten. En tevens de audio krijg je ervan te horen, dus dat is wel leuk. Dan kan je gewoon aanzetten die app op je smartphone en dan kan je dus gewoon meeluisteren. Wat er op gebeurt. Je kan ook zien welke stations er allemaal op zitten. Ik krijg gewoon de dashboard te zien. Dus nou, dat was even de perikel aan deze kant, John. Dus als jij nog een contact hebt, dan weet jij nog iets zoek. De supportafdeling van Icon-Westrijs-Kamp.nl. Voor moet ik gewoon Amcom een mailtje sturen. PSS, Echo, dan PNO, is je over. Eventjes de time-out timer even aanzetten. Je zei iets tussendoor, Robert, maar ik weet niet, dat kwam alsof je dubbel zat zelfs. Maar je had iets over de time-out timer? Toen hoorde ik niks meer, ik hoop dat ik nog te horen ben. Even kijken of ik hem heb en of ik alleen zit. Ik heb de hele doorgang van Wim gehoord hoor, dus wat dat betreft was er niks mis. Ja, ik weet niet of je veel verder komt bij Amcom. En bij Icom zelf weet ik ook niet of ik veel verder kom, omdat... dat is... Japan, dat is... dat zie je ook wel een beetje, maar Japan vooral, dat hangt heel erg van status af, hè. Dus je moet erg oppassen dat je niet met je vraag de... vaardigheid van hun programmeurs discussie stelt, want dat kan heel vervelend vervelend uitpakken, dat ze bijvoorbeeld compleet dicht slaan en niks meer zeggen. Ik denk eerlijk gezegd dat je het beste met de Luxemburgers contact kunt opnemen, omdat die reflectors die zijn gemaakt door de groep rond XLX. En het zou best eens kunnen dat dit fenomeen met een keuze van hun te maken heeft. Want het kan best wel zijn dat zij niet verzoeken aan de transceiver om die pingetjes te sturen. Maar ik vermoed eerlijk gezegd dat het gewoon een reden heeft. Hè? Dezelfde reden dat repeaters afschakelen als iemand te lang zendt. Dan wordt de repeater gewoon uit het netwerk gehaald. En misschien heeft het wel een capaciteitsreden. Hè? Dat gewoon dat ze niet willen dat de dingen 24 uur per dag aan zo'n reflector hangen. Dus dat zou zo kunnen zijn. Maar het zou best kunnen zijn dat het voor XLX afwijkt van wat Icom zelf doet. Hè? Dus dat zou, ik denk dat je om die reden en om vanwege de moeizame communicatie met Icom, dat je het beste toch via die weg kunt spelen. Ik denk dat Amcom, ze kennen je vraag wel, proberen door te sturen naar Japan. Maar of dat echt lukt en of het mij lukt, dat is... Ik denk dat je sneller antwoord uit Luxemburg hebt, hè? Hi. Ik ga nog even kijken of er nog e-mailers zijn. Dit is Papa Alpha 6 Echo voor de Dienstaronde. Nou, eenmaal andermaal nog een keer. Zijn er nog e-mailers?
Ja, zeker. PD1HPW, die meldt graag. Ik heb nog één station over. Dag Peter, goedenavond. Leuk. Je bent als een van de volgende aan de beurt, maar eerst Rolf nog. PNL PRI. De microfoon aan jou, van Papa Alfa 6 Echo voor de dienst daaronder. Ja, goedenavond iedereen. Dit is PNL PRI vanuit Amsterdam. Mijn naam is Rolf. En ik ben de afgelopen dagen, eigenlijk vorige week, bezig geweest met het configureren van alternatieven dan de gebruik van de 9700 via een RF repeater. Ik maakte tot voor kort gebruik van P1AMS, die hier op een steenworp afstand zit. Maar dat opstelpunt, dat opstelpunt dat gaat per 1 augustus QRT. Ik heb al begrepen via de Hobbyscope pagina dat men driftig op zoek is naar een ander opstelpunt voor P1AMS. En dat is niet alleen maar D-Star, maar ook Fusion en DMR. Maar goed, ik ben bezig geweest met het configureren van allerlei hotspots. Ik heb hier een OS2, een OpenSpot 2. Die heb ik geconfigureerd, daar werk ik nu mee. En een MMTVM Pipestar Dual Hotspot heb ik ook geconfigureerd. En net als Wim WCA heb ik ook de terminal mode actief. En ja, ik ervaar, Wim, ik ervaar hetzelfde wat jij ook ervaart met, het, met die afvaltijd van jij zegt 60 minuten. Nou, dat geloof ik graag. Maar hij valt op een gegeven moment ook na x aantal minuten valt de reflector af. En het is vrij irritant als je daar dus ook geen weet van hebt dat dat gebeurt. Nou, dat is eigenlijk waar ik mee bezig ben geweest. Ja, ik ben ook nog met antennes bezig geweest buiten ons huis. Maar goed, dat bewaar ik nog maar even voor een andere keer. Ik ga gewoon even terug naar jou, PA6E van PNL PRI. Ja, Roger, ik heb ook Alexander genoteerd. PA8S, die meldt zich ook, die kon niet via FM melden vandaag, maar die doet het via het chatkanaal, dus ook hartstikke welkom. Jawel, microfoon naar Peter, PD1HPB, dit is Papa Alpha 6 Echo voor de D-Star ronde. Ja, ik kom er zomaar een beetje in verwachten. Ja, ik was er wel om 8:30, maar ik was er geen QSO op DMR, dus vandaar dat ik even later ben, dus ik heb even het begin allemaal een beetje gemist, John. Maar nu gaan we toch even hierin melden. Ja, zoals elke week dat toch proberen. Ja, wel met alle airco's en verkoeling al hier al. En het is best wel warm hier al, even goed. Het heeft wel wat geregend, dus dat scheelt wel weer alweer een heel stukje. Ja, het was hier bijna 30 graden. Het is nu 26 graden op de zolderkamer. In de radio check dus. Ja, dus we zijn wel wat. Ik heb er weer wat graadjes vooraf geknabbeld, John over. Ja, Roger, ik zie ook dat P1HLV zich ingemeld heeft. Die vergat ik nog even te melden. Ik let er niet goed op, ook op het chatkanaal. Oké, microfoon even naar Robert, want Robert die riep zo pas iets tussendoor wat ik niet helemaal begreep over de time-out timer. Misschien gaat het over de terminal mode, maar dat lijkt me haast niet. Ik heb overigens van Rob PA3EKE een soort stripverhaal gehad over hoe je de terminal mode kunt instellen op de IC705. Het is er nog niet voor, ik heb er wel aan een paar mensen al doorgestuurd, maar het is er nog niet van gekomen om hem op de site te zetten. Dat ga ik wel doen. Hopelijk de komende, misschien vanavond nog, maar anders de komende dagen. Microfoon naar Robert in Istanbul, PA3BKE van PA6 Echo met de D-Star ronde. Ja, hoor, ik ben er nog, hè. Ik heb besloten om niet te gaan wandelen. Want gisteravond helemaal uitgebreid wandeling gemaakt. En dat we graag ijs wil eten, dat is heel leuk. En ik ben ook gek op ijs, maar we hebben hier ook nog ijsjes in de koelkast liggen. Daar heb ik even strategisch neergelegd, ja. Maar ik had een beetje de indruk dat WCA ineens verdween van de radar. Omdat een time-out was of zo. Volgens mij was een doorgang toch wel 3 minuten, denk ik. Even was een interessante doorgang trouwens met het hele bekijken van het protocol. Hè. Ja, ik zat er even te denken aan. Ik heb hier bijvoorbeeld in mijn router
heb ik, als iemand mij probeert te pingen, dan krijgt hij geen antwoord, hè. Dus je weet niet of ik aanwezig ben of niet. En ik zat even te denken dat misschien een reden kon zijn dat het protocol geen antwoord krijgt van die ping van na elke 10 seconden. En dan zegt dan, nou jongens, er komen geen echo's meer, dus het is einde oefening. Hè? Van het andere station waar ik even de call van kwijt ben, zei ook dat hij hetzelfde effect had. En dan wordt het wel anders. Dus van WCA kan ik me nog duidelijk voorstelling maken dat hij in de routers gaat zitten voor route en zo. Maar niet iedereen doet dat, hè. Maar dat is wel, het is wel een vreemd verschijnsel, ja. Ja, moet je maar eventjes kijken hoe dat dan precies zit. En je zou ook nog even kunnen kijken in of dat bij alle toestellen is. Want volgens mij is die komt niet de enige die de terminal mode heeft. Kenmoed heeft ook D-Star. Zou dat mensen met een Kenmoed setje, of het daar ook is, hè? Misschien is het alleen maar in de e-commerce en niet in de Kenmoed zou kunnen. Je moet wel alle gaatjes nakijken, hè? Waar de ellende uitkomt. Ja, dus maar ik ga voorlopig even niet beginnen met die terminal mode. Ik vind het helemaal niet nodig. En wel interessant hoor. Misschien dat ik het ook nog eens een keertje doe, maar ja. Ik heb trouwens ook eventjes bij Marcus even een V2 van de DMR Anytone besteld. Daar zit, die kan er ook in plaats van APRS-zender kan die ook APRS ontvangen. Dat is wel interessant. En er zit meer geheugen in, want ja, er komen steeds meer amateurs die op DMR komen en die passen niet meer in het geheugen. Dus. Maar het lijkt me leuk om twee setjes dan te gebruiken om hier te luisteren. Dus ik geef hem eventjes aan Control, want de piepen gaan. Die kan je horen, PL3 WKL. Ja, ik besef dat ik wat langer breaks moet laten tussen de doorgangen. Ik ben daar van het weekend een keer voor op mijn vingers getikt, dat terecht was, maar, denk ik. Maar was me niet van bewust en ik merk dat ik toch weer te korte breaks laat ook, hè. Dus dat ga ik de komende doorgangen wat langer doen. En ik heb twee mensen daardoor niet gehoord, maar gelukkig kijk ik naar het dashboard en daardoor wel gezien. Microfoon naar iemand die via DMR komt, dus de modulatie zal ongetwijfeld niet fantastisch klinken. Maar ik weet ook niet of je al even op de lijst is, maar ik geef toch de microfoon. Dat is PA3 Alpha Yankee Whiskey van Papa Alpha 6 Echo. Ja, zeker. Goedenavond iedereen. Nee, ik luister gewoon mee, John, maar ik constateer alleen dat op dit moment de kwaliteit via de weg waar ik langs luister ietsje minder is dan ik eigenlijk gewend ben. Hè? En ik hoor ook op andere dingen hoor ik wat verschil. Dus ik weet niet of het aan het apparaat hier ligt of ergens anders aan ligt, maar ik blijf het even oplettend volgen. PA6 Echo van PA3AR. Ja, jij klinkt best goed, dus misschien hebben ze er toch wat aan veranderd. Want dan is het in de ene richting beter, in de andere minder goed, hè? En wie ik ook nog zag trouwens, dat is Pedernal Julia Tango. En ik denk ook dat hij zich probeerde in te melden. Dus, nou, en nu liet ik alweer een hele korte break. Ik ga echt proberen mijn leven te beteren. Pedernal Julia Tango, dit is Papa Alpha 6 Echo voor de D-Star ronde. Ik probeer het nog een keer. Julia Tango, dit is Papa Alpha 6 Echo. Nou, deze verdachte hebben we niet meer aangetroffen. Hè? Microfoon naar Frans, PD4 Fox, Mike Juliet. Dit is Papa Alpha 6 Echo voor de D-Star ronde. Ja, dankjewel, John. Even voor PA3AEW. Mocht hij de ronde gemist hebben, kan hij op mijn site, pd4fmj.nl, naar de ronde weer terugluisteren. Hè. Ja, ik heb jouw laatste file op weer erop gezet, zoals je gezien, of misschien niet gezien hebt. Maar in ieder geval staat hij erop. Hè. Verder, ja, ik heb met Wim heb ik, het appje verstuurd wat betreft mee te luisteren naar de DISA. Ik wacht nog even op de over. Ik wilde dat eerst op de Dropbox doen.
En dan delen van de drop-offs delen. Maar dat lukte me niet zo, 1, 2, 3. Dus heb ik het gewoon met WeTransfer gedaan. Dus mochten mensen zijn die eventueel die app willen hebben, dus dat je mee kunt luisteren hier op de D-Star, zo met de D-Star onder en zo, die sturen mij gewoon maar een e-mailtje. En ik zal mijn e-mailadres even zeggen. Dat is frans@gmail.com. Ik zal het nog een keer zeggen. Dus Foxtrot Romeo Alpha November Sierra Kilo Oscar gmail.com. Dat is mijn e-mailadres. En als ze daar een mailtje naartoe sturen met de tekst van de D-Star app, dan weet ik voldoende en dan stuur ik de app wel retour. Oké, John, dat even daarin voor. Mike, retour. Ja, Roger, Frans PD4 FMJ. Dit is daaronder PA6 Echo. Ik zou bijna 5 zeggen, omdat ik PG5 FRL zie staan. jawel. Hartstikke goed. Ik zal even vertellen waar ik mee werk, want dat is misschien ook wel aardig. Ik hoorde Wim uit Wim PA3 DUP hoor ik vertellen waar hij mee werkt. Ik dacht, nou, dan zal ik dat ook doen. Maar ik zie hem nu weer verschijnen in de lijst en nu ga ik dat doen. Ik werk met een ID31 en de oude versie daarvan. Ik had in die tijd dat ik dat apparaat te koop zag staan, had ik al een D-Star Porto. En die waren in die tijd nog best wel duur ook. Voor een deel zelfs wel duurder dan dat ze nu zijn. Maar dit ding was punt 1 niet al te duur. Maar ik was meteen verliefd op dat apparaat. Ik vond het er zo mooi uitzien. Het is eigenlijk een aankoop geweest die niet echt nodig was. Dat doe ik niet zo vaak. Meestal heb ik echt wel een doel met... Ik koop wel eens wat loszittende bouwfengs en zo, maar... Niet voor dit soort bedragen, maar het ding is nu 11 of 12 jaar oud. En ik ben er nog steeds heel erg over te spreken. Het dingetje is wat kleiner dan de meeste D-Star apparaten. Hij doet het wel alleen op 70 centimeter, maar ja, ik heb ook alleen maar iets op 70 binnen het bereik staan. En die staat heel dichtbij, dat is PI3 XDV. Daar werk ik over en die staat maar een meter of 3 bij mij vandaan. Hè? Dus ik heb de repeater in de buurt zitten. Hoewel het is een hotspot, maar dan wel eentje met 37 watt output. Hè. Goed, microfoon naar jou Wim. PA3 Delta Uniform Papa. Dit is Papa Alpha 6 Echo voor de D-Star ronde. En nogmaals, goedenavond. Hè. Ja, ik zie de plak al in mee te luisteren wat er allemaal zo ingebracht wordt. Hè. Ja, dat zeg ik, ben niet zo veel actief op die start. En ik ben geholpen om het te installeren. En ik ben nu bezig om ook FT8 en zo met ICOM 7100. Maar alles werkt tot zover dat ik heb het geluid al niet en nu heb ik gevonden wat voor trotje dat je dan in moet stellen. Hè. Dus dat wil ik nog even proberen, ik wil het van me krijgen. Want nogmaals, met gebrekkige antenne, dan hoop ik toch even verder te komen. Hè. Het doet me niet zo op FT8. Ik had het de vorige woning, had ik het wel. En ik vond het wel leuk in het begin dat... Je kon constateren wat dan het signaal zich gaat doen. Dat was van heel nou, net zo'n beetje bij je dan achter de oever al. Dan ben ik niet meer geconstateerd. En dan ging ik verder op de weerbol eigenlijk. En die uitgevouwen was eigenlijk op de kaart. En dan zag je dat je ook in de Jakarta en zo in Indonesië een beetje binnenkwam. Hè. En dat vond ik toch verband van. Ik gebruik nooit was 10, 15 watt. En dan met de AOC net dat hij net bewoog. Dus zelfs zo goed als mogelijk. Dat je niet alles overdonderst. Maar ja, ik heb er leuke opinie over aangehouden. Maar je had nog een conversatie. Ik weet niet hoe ver het nu is. Het schijnt dat je nu ook wat berichtjes over kan sturen. En zo. Maar dat weet ik niet precies. Want... Daar heb ik verder niet meer bij zich gehouden. Hè. Andere computer, dus moest ik heel opnieuw beginnen. En was je hoofd kwijt, want ik krijg ook een beetje leeftijd. En dan moet je alles weer uitzoeken.
Nou, een goede hondenvriend die hoogcent amateur, die is een half jaar terug overleden. En daar had ik heel veel steun aan, want die was er heel goed in. Dus dan leer je het ook uit en die is gewoon een knopje indrukken. Ook het woord weer rond, hè. En dan ben ik ook aan het volgen op YouTube over de 7100. Dat is een hele serie van het instellen van de 7100. Dan kom je toch op verpante dingen, hè. Dat haal je zo niet uit de handleiding, want die is in het Engels. En ja, ik ken toch redelijk Engels. Maar als het telisch Engels wordt en bepaalde uitdrukkingen, dan heb je niet de goede waarde ervan, hè. Oké, dat was even mijn bijdrage van vanavond. Ik ben meteen belt me even uit, want ik was al... zou je later nog een keer roepen, ik krijg geen respons. Maar bedankt voor het lijden alvast van de ronde. En ik hou het in de gaten. PA3DUP. Ja, Roger Wim, bedankt in ieder geval voor het inmelden. Dat is sowieso leuk. Volgens mij kun je van de 7100 een Nederlandstalige handleiding aanvragen bij de importeur. En die sturen ze dan toe. Volgens mij is dat gratis, maar in ieder geval, er is een Nederlandse handleiding van. Dat weet ik heel zeker. Maar die is volgens mij, het is de Basic Manual, maar dan niet echt alle onderwerpen uit dat manual. Dus, maar die kun je eventueel bij Amcom kun je die opvragen. Bij de importeur van Ecom. Dat is amcom.nl. amcom.nl. En dan is dat misschien toch wat beter te begrijpen. Daar staan dus de belangrijkste functies in, maar ook een hoofdstuk over D-Star. Goed, microfoon naar Rob. PA4DX, de D-Star ronde. Dit is Papa Alpha 6 Echo. Papa Alpha 6 Echo, Papa Alpha 4DX retour. Ik zat net nog even te denken over die meneer met zijn probleem met zijn 7300. Maar die riep ondertussen een keertje dat hij van het UDP-protocol gebruik maakt. Het UDP-protocol is voor mij een soort brulprotocol, wat zich nergens wat van aantrekt. Dat doet het gewoon over het netwerk en vraagt geen respons. Hè. Ik weet niet of het daar iets mee te maken heeft, maar wellicht als hij een ander protocol kiest, die wel respons wil hebben, dat hij dan zijn probleem af is, hè. Maar dat zijn mijn hersenspinsels. Of dat zo is, weet ik niet. Maar wellicht, dan moet hij in die hoek zoeken. Dus dat wil ik even meegeven. Zo niet, zit ik ernaast over. Ja, nee, maar het is een keuze die voor hem gemaakt is, hè. Dat is Ecom die dat verzonnen heeft. Dat is, die is daar direct over internet, hè? Volgens het G3-netwerkprotocol. Dat is de opvolger van het netwerk wat we tot nu toe gebruikt hebben. Maar wat het probleem is dat de transceiver niet pingt. Dus of als je transceiver niet aan de handshake meedoet, kun je ook zeggen. En dat is de reden waarom die na een uur zegt van nou, ik weet niet of er nog een transceiver is, maar in ieder geval voor de zekerheid schakel ik hem eraf, hè. Dus zo zal het wel werken. Maar degene die dat aangaat, dat is degene die nu aan de beurt is. En die weet bijzonder veel van netwerken. Dus ik denk dat hij hier vast wel aan gedacht heeft. Hè. Panel WCA, de groep. Dit is Papa Alpha 6 Echo. Ja, Roger, PA 6 Echo. Panel WCA. Ja, ik... dat is een deel van mijn vak geweest. Ik ben al op pensioen, maar ik heb dus jarenlang met... professionele sniffers gewerkt. Ecom denk je om UDP over poort 40.000 te gebruiken. Daar kan je niks aan doen. Alhoewel de dat is wel het vreemde. De start gebeurt wel op een andere poort. 1, 2, 3, 4, 5, over signature. En daarna gaan ze over op UDP 40.000. Heen en weer, dat is ook nog dom. Want daardoor kan je maar één transceiver gebruiken. Als je NAF gebruikt. Dat is een ander probleem. Maar ben je één tegelijk. Nee, je gebruikt port UDP 40.000. En die ping, dat is geen normale ICMP ping zoals je die gewend bent. Maar dat is een Ecom ping. Dat zit dus verpakt in het Ecom protocolletje. Want normaal waar op de plaats van ping staat, staat normaal dan als de voice staat, staat daar... even uit mijn hoofd, TDV, nog wat, C geloof ik. En dan komt er achteraan komen dan de voice bytes
de codec, de AMBE codec. Die komt erachteraan met een checks en alles. Dus dat, en een nummer trouwens. Alle UDP-pakketten zijn genummerd, zoals het hoort. Dus aan de ontvangende kant, als hij dan zegt van hé, ik mis er een paar, dat geeft niet. Hij heeft forward error correctie, dus voor de techneut. Dus hij kan uit de voorgaande en de nagaande kan hij de originele nog terugvinden. Ook al zou hij een paar pakketten missen. Als het te veel wordt, dan niet meer natuurlijk. Maar goed, zo diep zit ik er dus wel in dat ik dat, begrijp. Omdat het gewoon een vak is geweest. Wat ik, een heel ander dingetje eigenlijk. Wat ik nu ontdek. Zoiets voor John ook. Reflector 007 en Reflector 088. De een heeft simplex aanstaan, de andere duplex. Dus als de stations binnenkomen op 007, of op 088, die kunnen elkaar dus overroelen. Als je op 007 binnenkomt, dan krijg je, dat lukt niet, want dat is simplex. En iemand zit op 088, dan kan het dus gebeuren dat hij dus de verbinding voor 007 blokkeert. Dat je dat op de ene reflector dus het station niet hoort, en op de andere reflector wel. Dat constateer ik nu net. Dus daardoor kan het dus vooral eens voorkomen dat iemand zegt van ja, maar ik hoor dat ene station heb ik wel gehoord, en dan zeg ik het niet. Dan zit je allebei dus op een verschillende reflector. Even terug naar John, PE6 Echo van PNOS, ja. Ja, in theorie kun je meerdere QSO's hebben op die manier. Hè? Dus dat een deel van het netwerk zich opsplitst. En als je dan maar snel genoeg de microfoon pakt allemaal, dan blijft die splitsing in stand. Hè? Dat kan inderdaad. Ooit was dat niet zo, want er was maar één reflector. Maar als je meerdere hebt die aan elkaar hangen, ja, dan... En een deel van de repeaters hangt dan, ik geloof het meeste aan DCS 007, maar een ander deel hangt aan XRF 088 en er zijn ook weer die aan XLX 088 hangen en zo. Ja, ik weet eigenlijk niet of het dan ook gaat. Als je bij hetzelfde nummer, dat doet volgens mij niet. Volgens mij is het dan gewoon dezelfde reflector. Die is niet onafhankelijk van elkaar. Maar DCS 007 is gewoon een andere reflector die 1-op-1 gekoppeld is met... er zijn nog meer hoor, XLX 204 ook. Volgens mij in het verleden waren er in ieder geval nog meer. XRF 89 werkt volgens mij nog. Dus ja, alle kansen om te kijken. Maar het vervelende is, het wisselen van reflector duurt zodanig lang dat je dan toch wel een flink stuk van de doorgang mist. Hè? Maar als je de mogelijkheid hebt om meerdere reflectors tegelijkertijd te beluisteren, ja, dan kun je gewoon de volumeknop openzetten waar iemand wel uitkomt. Hè? Dat werkt. Microfoon naar Rolf, PNL PRI, de hele DISTA ronde, Papa Alpha 6 Echo. Ben er nog per 3 weken al? Maar er zijn een heleboel inmelders ineens. Echt heel veel. ik zie PLSWX, ik zie PD1HPB, ik zie PD1RVB, ik zie PD0JT en ik zie PD0MO. Dit is PLSS Echo. JT zit op een andere reflector trouwens en MO ook, zie ik nu. Dat zat hij zo pas niet. Dus die horen er niet bij. Maar ik heb in ieder geval genoteerd... Ja, wat gaan we nu doen? Nee, Rolf kreeg de microfoon. Maar Rolf zou best eens een doorgang kunnen houden nu, terwijl hij niet hoorbaar is. Maar wellicht ziet hij dat wel. Even kijken. Microfoon in ieder geval even naar jou. Om uit te sluiten dat je niet aan een doorgang bezig bent waarbij het misgaat. Ja, PNL PRI voor de ronde. Ja, ik weet niet wat er net allemaal gebeurde, maar ik hoorde een aantal mensen door elkaar. Of als over elkaar heen. En ik zag ook op het dashboard allerlei gekke dingen gebeuren. Dus ik heb voor de rest niks meer te melden, John. Dus ik geef jou maar weer terug de microfoon. PA6 Echo van PNL PRI. Ja, Roger. Nou, de eerste die ik zag dat de microfoon wellicht per ongeluk of niet per ongeluk aanraakte, dat was PA3 Alpha Yankee Whiskey. En daarna SWX. En dan ga ik zo het rijtje verder langs van alle nieuwe inmelders. Microfoon even naar jou, Hans. PA3 AEW, was het de bedoeling om iets te zeggen van PSS Echo? Ja, deze verdachte hebben we niet opnieuw aangetroffen. Microfoon naar Norbert. Welkom, PA0 SWX. De hele ronde PSS Echo.
Ja, goedenavond iedereen. Ja, het was eigenlijk niet de bedoeling om in te melden. Ik probeer alleen eventjes over te schakelen van DCS 007 naar XLF 088. Dus ik denk dat het niet helemaal goed is gegaan. Mijn excuses daarvoor. Maar ik luister wel even mee. Microfoon naar de toren. PA6 Echo, dat is PA0 SVX. Wacht even, dan is dat precies wat er gebeurd is. Er zijn meerdere mensen die dat hebben uitgeprobeerd. Dat is best wel grappig. Ja, dat denk je dan niet bij na. Maar als je dat tijdens een doorgang doet, dan hoort inderdaad niemand daarvan. Dan geeft dat ook geen overlast. Als je niet op een hotspot zit, want anders dan op een hotspot gaat het niet. Maar als je op een repeater zit of op een duplex hotspot, dan kan dat. En het was puur doordat ik op het dashboard zit te kijken, dat ik jullie dan daarmee zag, hè. Oké, nou ik ga even kijken of PD1RVB een inmelder was of dat je, hoe heet dat, of dat, ja, of dat de bedoeling bij jou ook gewoon was om over te schakelen. PD1RVB van PA6 Echo. Ook hier hoor ik niemand. Ik zie ook Peter heeft de microfoon ingedrukt. Ik vermoed dat jij ook wel wilde omschakelen, of niet Peter? PD1 HPB, de groep PA6 Echo. Peter hoor ik niet meer. Nou ben ik helemaal van mijn apropos zeg. Peter was eigenlijk ook aan de beurt met de doorgang. Eens even kijken. Ik ben daarmee ook weer aan het eind van mijn lijstje gekomen. Ik denk dat ik ermee stop, dat ik de ronde afsluit. Laat je er niet van weerhouden om gewoon door te gaan, maar ik trek mezelf terug uit het gesprek. Ik voel me vandaag niet super lekker. Dus ik ga eventjes zeggen, ik moet zometeen zelfs nog wat werk doen, daar baal ik van. Maar ik ga in ieder geval eerst even wat rustig aan doen. En ja, ik wil zeggen iedereen bedankt voor alle inmeldingen. Het was een van de meest uitgebreide rondes van de afgelopen tijd. Hè? Dat is helemaal geweldig. Dus hartstikke bedankt daarvoor iedereen. En ja, iedereen die wil verder praten, laat breaks die lang genoeg zijn, zou ik zeggen. Maar ik trek me uit de ronde terug. Dit is Papa Alpha 6 Echo voor de Dienstaronde. En ik ga proberen de ronde zo nog online te zetten, dus dan stuur ik je waarschijnlijk straks nog een linkje, Frans. Ik zag die opname die begint pas als de ronde afsluit. Want wie bepaalt of die ronde afgesloten is? Ik bedoel, dat iemand zegt dat hij de ronde afsluit, wil niet zeggen dat het programma niet meer opneemt bij jou. Hè? Hoe zit dat? Nee, ik heb helemaal geen programma, mijn porto neemt op. Ik neem, omdat ik het anders vergeet, gewoon alles op. En achteraf knip ik eruit en de rest mieter ik weg. Dat bewaar ik niet, maar ik knip eruit wat ik wil bewaren. En dus ja, dat is gewoon, ik laat een bestand wat waarschijnlijk vanaf gisteren of eergisteren... Oh nee, zolang als mijn porto aanstaat, dan maakt hij een nieuw bestand aan. Dus ik neem gewoon het bestand zoals dat was. En ja, hij blijft nog een tijdje doorlopen. Nou, als dat nog relevant is voor de ronde, dan laat ik dat erachter staan. En anders dan houdt het daarop, hè. Oké, dat komt van jou vandaan. Oké, nee. Ik dacht dat dat ding gewoon zelf op ging nemen in real time. En dat ergens neerzet. En dat dan, als het misschien even een tijdje stilstaat, je zegt, nou, er is niks meer te horen. En we sluiten de opname af en die is terug te luisteren. Ik wist niet dat er van jou afkwam die opnames. Maar dat zie ik neem alles op hier. Er staat hier een SD-kaart icoontje in mijn display te knippen. Dus hij is nog lang niet vol, hè, met 32 gigabyte. Waanzinnig allemaal, hè, wat er allemaal in zit. Maar goed, ja, ik vond het ook een hele leuke ronde. Ik ben een hele lange tijd niet aanwezig geweest, omdat ik andere dingen te doen. Of onder andere aan het AI. Dus, Dan, ik weet niet of nog mensen interessante verhalen hebben. Ik vond dat verhaal van de WCA heel erg interessant. Over dat bekijken van het protocol, hè? Ja. Maar ja, als ICOM inderdaad een protocol heeft gekozen en met eigen pingetjes werkte, dan valt er weinig aan te knutselen, hè? Dan moet je je gewoon aanpassen aan het geheel, ja.
Nou, ik gooi hem even in de lucht, even kijken. Maar misschien dat ik hem aan een WCA geef of zo, dat hij hem even verder gooit of zoiets. Ik weet niet wat de structuur nu is, maar ik ga even opluisteren. PA3 bij KL in Istanbul. Ja, voor John, die stations die je niet hoorde, als je op je dashboard kijkt, die zijn naar module C gegaan. Hè? Die PDNL-MO, die opriep en die andere. Ja, dat frisst me ook wel. Als je op dashboard kijkt, dan zie je dat ze naar module C zitten. Dus je ziet ze wel, maar je hoort ze niet. Dus ja, ik ga er ook mee stoppen. Maar dat wil ik even nog even doorgeven, John. Ja, Roger, ja, ik had het gezien hoor, in tweede instantie pas me. Inderdaad, ze hebben ook vrij snel dat ze over en weer gaan. Want ze staan nu bovenaan bij mij, hè. Ja. Maar goed, ik meld me uit. Bedankt iedereen. En nogmaals, het was inderdaad een leuke ronde. En iedereen bedankt voor het meedoen, hè. Ik stel dat erg op prijs. Van PSS Echo. Ja, serieus. Hey, Frans, ben je er nog? PV4 FMJ, PL3 PKL. Ja, ik ben wel nog. Vertel maar. Ja, Roger. John die vroeg er al aan, dat merk van die printer, maar dat maakt even niet uit. Maar wat is in het algemeen de grootte van de dingen die jij print daar? Ik heb onlangs een Mobius lus, dat is zo'n, weet je wel, zo'n lus die eigenlijk oneindig is. Dus die komt weer terug aan het begin. Dus het is eigenlijk één vlak eigenlijk. In plaats van twee vlakken, als je een stukje krantenpapier aan elkaar lijmt. Dus je maakt alleen een strook van 1 centimeter breed en zeg maar even 20 centimeter lang. En die plak je gewoon normaal als een ringetje aan elkaar. Dan heb je dus twee vlakken, hè? De bovenkant van het papier en de onderkant van het papier. Maar als je nou die ring even weer doorknipt met een schaar. En je draait dat stuk papier aan één kant, dan draai je dus 180 graden en dan lijm je ze weer aan elkaar. Dan heb je nog maar één vlak en dan is het dus een Mobius lus. Dat is echt wiskundig iets heel raars, maar het bestaat wel. En dan krijg je allerlei rare effecten en zo. Maar hoe groot zijn de dingetjes die jij print? Print je best wel kastjes of zo? Ik heb laatst een heel autodifferentieel geprint. Dat was behoorlijk wel. Dus ja, ik denk dat ik al 20 uur aan het printen ben geweest. En dan dat ding helemaal in elkaar zitten. Dat is nou een werkend differentieel, hè? En ik weet niet wat jij allemaal print met die printer. En of je vaak print. PD4 FMJ, PR3 ben ik dan. Oké, met deze printer kan ik 18 centimeter bij 18 centimeter en 23 centimeter hoog printen. Als je dan ongeveer die kubus rekent, dan heb je de grootte waar je dus mee kunt printen. Je kunt heel makkelijk kijken op 123 3D print. Daar staat die te koop en daar staat ook alle info in. Wat die kost, hoe die moet gemaakt worden. Je krijgt het bulkpakket. Het duurt ongeveer een halve dag, dan heb je hem compleet in elkaar werkende. Het kalibreren, dat is iets langer. Maar voor de rest gaat dat vrij makkelijk, kan je dat? Ja, even een tussenruimte. PD4, FMJ, PR3, PKL. Nee, mijn vraag is, jij zelf, hoe groot maak jij de stuk? Ik bedoel, ik weet wat de kubische capaciteit van jouw printer is, dus hoe groot het maximale onderdeel wat je wilt printen kan zijn. Maar wat print jij normaal? Wat voor dingen? Ik zal maar zeggen, kastjes, of ik zal maar zeggen, boutjes, of weet ik wat, dopjes, knopjes. Wat print jij normaal? Ja, ik maak meestal het figuur in SketchUp. Dat is een tekenprogramma en die heeft een plugin dat je STL daarmee kunt wegschrijven. Wat print ik zo? Ik heb een voetstandaard voor de smartphone heb ik gemaakt, zodat ik
mijn smartphone erin kan zetten. Ik heb een doosje gemaakt voor mini SD boxes, dat je er 10 stuks in kwijt kunt. Ik heb voor mijn pa heb ik van die doppen geprint, zodat hij een assortiment gasplaat verhoogd kan opstellen. Je kunt zo gek niet denken of je kunt het printen, zou ik zeggen. Ja, Roger, er was nog iemand anders die had ook een 3D-printer en wel een hele mooie van Ultimaker, een bekende bedrijf uit Geldermalsen. Als je vroeger die eerste printertjes zag, dat waren echt houten kastjes, maar nu is het echt printen van formaat, hè? Maar wie was dat, ik weet niet of die man nog meeluistert, die amateur, wie was degene met die Ultimaker-printer? Is die nog aanwezig op de... Op het relais, wou ik zeggen. Op de reflector. Ja, goedenavond. Dat is papa Alpha 4 Delta X-ray. Je hebt een Ultimaker 3 printer. Over. Ja, Roger. Ja, ik heb een Prusa. Prusa I3 MK3S Plus. Dus die laatste iteratie van de MK3. En daar ben ik ontzettend blij mee. Ik had eigenlijk nooit een 3D-printer gehaald. Maar ik ga toch eens even wat rondkijken. En ondanks dat er een 8-bit processortje zit, heb ik toch besloten om de link te nemen. En ik ben er niet proef om. Daar hoorde ik iedereen van, die Prusa software, dat is niks. Je moet Cura even installeren. Nou, ik denk, nou, dat ga ik even downloaden. En komt, vraagt de ding, wat heeft u voor printer? En er staan alleen maar Cura-modellen. En als je dan een Cura-model intikt, hè, je zou een beetje kunnen liegen. Gewoon zeggen dat je een Cura hebt, maar dan vraagt hij dus een IP-adres. Ja, mijn printer heeft dus geen IP-adres, hè, daar zit helemaal geen verbinding aan. Ik ben wel van plan, en ik ben ook bezig, ik heb de spulletjes al klaar liggen om er een Octoprint-servertje aan te halen. En dat is voor een aantal dingen heel erg interessant, maar... Ik las laatst een artikeltje van op de Prusa site dat er een truc is om die Cura slicer zo te maken dat je hem ook kan gebruiken voor een Prusa printer. Hè? Heb je daar wel eens wat mee te maken gehad? Ja, denk ik niet, maar het zou kunnen. PLD Back L. PLD Back L, papa of Fidel X-ray. Nee, sorry, ik heb hem alleen maar gebruikt met de Ultimaker printer en... Als hij uitstaat, ja, maar ik heb het ook al gekozen als hij uitstaat. Ik heb geen netwerkverbinding op dit moment bijvoorbeeld, dan gaat hij, kan hij de files save op disken. Maar normaal gesproken gooi ik alles over het netwerk heen. Hè? Ja, dus, maar ik heb natuurlijk wel van tevoren gekozen. En dat doe ik natuurlijk in Cura, stelt hij allerlei zaken printen. Dus hij maakt allerlei voorinstellingen. Dus ik weet niet, als je een willekeurig printer zou kiezen. Ik weet niet, moet je wel. Ja, je kan volgens mij ook wel printen en slicen zonder dat je printer kiest. Je kan gewoon negeren volgens mij in de laatste Cura versies. Maar dan zal je wel alle parameters zelf in moeten vullen over. Ja, Roger. Even kijken, hoor ik nou een piep. Een beetje voorzichtig zijn. Ja, dat klopt, ja. Ja, er zijn een heleboel parameters en dat was een trucje. Dat was door Jozef Prusa, was dat even uitgezocht, had dat even uitgezocht hoe je dat kan doen. En ik ben er niet helemaal achter. Ik heb niet echt goed gelezen, maar ik ga het toch even proberen. Want ik wil toch wel eens even van dat keuren ruiken natuurlijk. Hè. Maar het is zo'n Ultimaker 3 zegt, dat is nogal wat. Dat zijn echt superprinters, joh. Ja, dat is echt... Ik had die dingen wel eens een keer gezien. Ze zien er eigenlijk hetzelfde uit als toen ze nog van hout waren. En ik neem aan dat het nou van kunststof is. Ik heb net even op de website van Ultimaker te kijken. Naar de Ultimaker S3. Maar het is wel... even kijken hoor. Weer pricing. Schrik je natuurlijk een gehoord. Oh, wacht even. Er staat geen prijs op de website. Je moet vragen of ze een mailtje sturen. Anders schrikken de mensen.
Ja. Nou, ik heb hier die Cruiser en dat was een kit, dus daar heb ik even kijken hoor, even omgerekend iets van €750 voor betaald of zo. Een hoop geld natuurlijk, maar ik ben er wel heel blij mee. Het is echt heel makkelijk te bedienen en de resultaten zijn fantastisch, hè? Ja. Maar jij print alleen maar ABS, hè? Is dat omdat je bijvoorbeeld tandwielen print of zo? Wat print jij normaal uit? Is dat qua hobby of zo? Of komt het ook voort uit een soort professionele link met 3D printen? Wat was je kolokje? Even kijken hoor. B 4DX bij 3BKL. Ah, dat weet je, dat wil je ook. Ja, maar in ieder geval, ik vind dat kastje van jou veel leuker. Er zit veel meer beweging in. Hallo Rotsen. Oh ja, zodra je, als je wat hoort, dan kijk je er automatisch kijken naar, lijkt mij. Oh ja, hey, hoe kan dat nou? Heb ik dat gedaan? Oh, wacht even. P4DX, P3 bij jou, maar je wel? Ja, er zit een paar stations dwars door jullie koeien zo in, Robert. Ja, kan gebeuren. Er wel eens rare dingen met digitale techniek en zo. Maar goed, ik ga ook even stoppen. Maar de vraag is, wat print jij in ABS, Rob? PA4DX, PA3, BKL? Hij zal wel een doorgang aan het houden zijn die zeg maar onderbroken is van PSS Echo. Heb ik hier nog een keer, wat zei je John? Kan je zien dat 4DX nog aan het praten is nu? Er is een kans dat zo is, dat zijn doorgang onderbroken is, maar ik weet het ook niet. Ik laat hem gewoon los voor PA4DX van PSS Echo. Papa Fox 1 Bravo met een test. Eerste keer op D-Star. Goedenavond. Papa Fox 1 Bravo. Kijk of dit werkt. Goedenavond. Ja, ik weet niet waarom de anderen niet reageren, maar het komt hier perfect over. Papa Fox 1 Bravo, als ik het goed zeg. Ik ben niet op mijn helderst momenteel. Ja, Papa Fox 1 Bravo, ook met de ID31 zie ik. Welkom op D-Star. Maar ik had me eigenlijk al uitgemeld, hè, van PSS Echo. Sorry dat ik er even tussendoor kom, maar mijn registratie van mijn omzetten van mijn nieuwe call... is zo te zien werkt het eindelijk. Ik ben al 3 dagen bezig om te registreren met mijn nieuwe call op D-Star. En volgens mij werkt het. Dus sorry als ik even de ronde interpreteer. Maar dan is de test geslaagd. Dit is Papa Fox 1 Bravo op D-Star. Goedenavond. Behalve 4 Delta X geef toe. 1B. Ik vraag me af tot hoeveel letters je doorgaan, zeg. We zitten al bij PF. Ongelooflijk, zeg. Even kijken. G. G is geloof ik, ja. G. Dan geloof ik tot H, hè. Ja, het wordt wel vol hier, hè. Maar goed, ook gefeliciteerd met je nieuwe call natuurlijk, hè. Dat is ook hartstikke leuk. En ja, klinkt goed. Maar is dat echt je eerste ervaring op deze? A4DX? PA4DX, je mag hem zo pakken. Nee hoor, ik was met mijn oude call. Dat was Papa Delta 1 Juliet Foxtrot Bravo. Naam deze kant is Friso en de locatie is hier de gewaak. Even de microfoon aan Rob, PA4DX. Gaat u gang. Ja, goedenavond. Ik zat in gesprek met iemand over die 3D-printen, maar mijn accu was leeg. Dus vandaar mijn excuses. Mocht die man er zo nog zijn, dan hoor ik het er wel over. Ja, Roger.
Ja, nee, dat kan gebeuren. Ja. Dat is ineens, poef, heb ik op mijn telefoon. Dan ben ik net even iets aan het bestellen op het internet of zo. Poef, ik denk, wat gebeurt er nou, hè? Ja. En dan moet je hem even pijlsnel in de accu-lader zitten. En dan begint hij na een minuut, begint hij weer te knipperen. En dan kan je weer praten aan de lader. Hè? Ja. Nee, mijn vraag was, jij print ABS op die Ultimaker 3. Wat print jij precies? Standwiel of zo? Dingen die slijtagegevoelig en niet slijtagegevoelig mogen zijn of zo? Wat doe je daar? Nee, het is eigenlijk zo gekomen. Ik heb ooit, ben ik begonnen, eigenlijk gelijk met ABS print, dat ik gelezen dat het ABS tegen zonlicht kon. Dus gelijk vanaf de start dat ik het ding gekocht had. Hè. Dus dat plaat, als je het in de zon zet of warm maakt, dan zakt het in elkaar zomaar. En het ABS heeft daar minder last van, hè. Vooral zwart heeft daar minder last van. Andere kleuren schijnen toch weer wat gevoeliger te zijn, heb ik laatst gelezen. Dus, en ik had het ding geprint, zeg maar, voor mijn antennes aan de buitenmuur te hangen. Gewoon in, van die beugeldingetjes, zeg maar. En die heb ik allemaal in ABS geprint. En die hangen nu al jaren, die hangen nog steeds, hè. Dat is prima spul. Dus wat dat betreft, daarom is het eigenlijk de reden dat ik er ooit mee begonnen ben. En sinds die tijd print ik alleen maar met ABS. Ik moet wel vertellen, als je ooit gaat printen, je gaat ook zo'n ding aanschaffen wat voor materiaal je gebruikt. Dat is heel erg belangrijk. Of tenminste, verschillend. Ik heb ook eens diverse merken geprobeerd die allemaal een ander resultaat geven. Ik heb ook eens een goedkope wol gekocht. Nou, dat ging ik een kastje printen, dat trok aan alle kanten krom. En dan hoef ik hetzelfde kastje printen met zeg maar de dure ABS. Dan heb ik opeens een heel vaak kastje. Dus het is echt heel ook afhankelijk van het materiaal wat je gebruikt. Maar het is, ik print van alles en nog wat. Toevallig geen tandwieltjes, nee dat dan weer niet, maar ik weet niet veel dekseltjes, dingetjes, ik heb een modeltrein geprint, kastjes, echt duwels ouwe hoer, ook dingen zeg maar, in huis gaat het kapot, oh shit, het, en dan print je even een dingetje en is het weer gemaakt. Ik heb onlangs nog zelfs een nieuwe, had ik een defect aan mijn accessdek van 50 jaar oud, dat was een dingetje afgebroken, en toen heb ik te tekenen dat onderdeeltje. Want het klepje bleef openstaan. Dat heb ik helemaal nagetekend. Geprint en mijn klepje gaat weer dicht. Dus ik ben helemaal trots op mezelf, joh. Dus ik gebruik hier echt voor alles nog wat over. Ja, hoort zo op. Ja, leuk. Ja. Ja, ik heb ook laatst een stofzuiger hier. Daar vielen de wielen ineens vanaf. Zo'n Philips stofzuiger was van dat plastic was helemaal verteerd. Een hele rare methode zat dat in die stofzuiger geklikt, weet je. Want het is tegenwoordig allemaal klikken, lekker makkelijk monteren. En als het kapot gaat, dan is het einde oefening. Hè? Dan heb je dus een stofzuiger zonder wielen. En dat gaat een beetje moeilijk, hè. Ja, je zou er een, je zou hem op een hondje kunnen zetten. Of lijmen, maar dat ziet er niet uit natuurlijk. Maar toen heb ik even twee bussen getekend. En die heb ik in die gaten gedaan waar die wielen in zaten. En vervolgens een gatje getapt in een... in die bussen en met een schroef die wielen vastgezet. Dus die stofzuiger die draait. Dat is een tierenleer natuurlijk. Zo'n leuke ding, hè? Je kan een heleboel repareren. Ik heb nou een buurvrouw hier, een Turkse buurvrouw. Ja, dat is niet vreemd als je in Turkije woont. Dan heb je meestal een Turkse buurvrouw. Die heeft een hele mooie PRAF-naaimachine. En daar is de speed control, dus die, dat pedaal waar je de snelheid van de motor mee regelt, is kapot. Dus het, had ze al een keer gezegd dat het bijna niet meer te krijgen was voor dingen. En dat klopt ook wel, want dat is een naaimachine, een PRAF van meer dan 10 jaar oud. Dus dan weet ik dat die onderdeeltjes nog wel eens niet kunnen aanwezig zijn. Hè? Ook niet bij de dealers en zo. En heb ik dat... ik heb dat ding helemaal nagetekend. En in plaats van een of andere vreemde, zelfgebouwde potentiometer die door PRAF ontwikkeld is en dat ziet er niet uit en ik snap ook niet hoe dat zo lang heeft kunnen werken. Heb ik gewoon een normale schijfpotmeter van 18 mm gereed van 25 kan hebben. Moet nog een paar onderdeeltjes printen en ja, dan moet ik het natuurlijk even testen. Dat is best wel een angstig moment, want dan moet ik dat pedaal met een stekkertje aansluiten op die machine. En als er dan een grote rookvlam uitkomt, dan... ja, ik weet niet wat ze dan nog van mij denkt, hè? Maar ik denk niet dat het... dat het zo erg wordt. Ik denk dat ik het dan voor elkaar heb. Dat heeft een paar metingen gedaan en zo. Ja, het is wel leuk hoor. Je gaat hele leuke dingen doen. Ja. En ik had vandaag nog een beugeltje meegekregen. Zo'n soort, je kent wel aan de voorkant van verrekijkers vaak zo'n schroefdraad. Daar kan je hem dan op een soort statief zetten, weet je. Als je bijvoorbeeld heel ver kijkt en je handen trillen een beetje. Of, ja, het is moeilijk om te kijken wat, je moet wat lezen op dat verre object. Dan kan je beter op een standaard zetten. En dan had ik zo'n standaardje, had ik
besteld op internet, maar het knopje was te groot. Dat past niet tussen de twee buizen van de verrekijker. Dus ik heb dat knopje even met een dremeltje even helemaal kaal gemaakt. En daar even een nieuwe bus omheen gedaan met rubbeltjes. Hè. Ik hoor een piep. Ik geef hem even aan jou erop. En dan geef jij maar even weer aan, ik weet niet, er interesse heeft per plek op. Hoor iemand, maar ik drukte net op mijn mic in. Dus die iemand die inmeldde, ga nog eens over. Ja, we moeten nog een beetje opening laten, hè. Dat is toch raad dat we hier Fox Mike Junior. Ja, ik ben zo een beetje aan het luisteren, dat vind ik wel interessant, hè. Maar ik hoor jullie niet praten over een 3D-scanner, hè. Die heb ik hier en ik moet zeggen, dat werkt uit de kunst. Dat hoef je niet meer echt te tekenen. Ja, oké, dan ben ik weer. Papa Alpha 4 Delta X. Heb je me gelijk? We hebben daar het verleden wel eens over gehad. Vorig jaar of zo, denk ik. Eerst begin had je dat ding van mij net. En daar was je heel enthousiast over, hè? Maar toen heb ik deze scanner is leuk. Maar dan moet je wel iets hebben wat je kan scannen. Hè? Dus als je iets hebt wat kapot is. Of zo. Of wat je geen materiaal van hebt wat je kan scannen. Dan werkt het niet. Alleen als je dingen wil nascannen. Dan werkt het. Maar het lijkt mij, je zei toen dat je daar erg. Dat je echt succesvol mee aan de slag was geweest, hè? Ja. Dat was een mooie te duren, had ik het begrepen. En nog heel even terug voor die andere call uit Turkije. Nou, je buurvrouw kan vast geen nieuwe naaimachine printen. Daar wordt niks, maar het zal goed komen. Dat ten eerste. En die 3S, die heb ik niet. Dat is de nieuwste versie van de Ultimaker. En die is denk ik nog weer duurder. Ik heb de ouderwetse 3, hè. 3 Plus, dat is de hoge uitvoering van de 3-versie, zeg maar. Dus, maar de 3S is voor mij de nieuwste. Met die deurtjes ervoor. Nou, die heb ik niet. Ik heb, zeg maar, zijn voorganger, hè. Even dat ter info. Daar heb ik wel een deurtje bij en een dakje op, maar dat is allemaal voor ABS-printelarijen. Oké, dus BD4FMJ die heeft een hele mooie 3D-scanner, dus als je nou over iets wil weten, zal je aan Frans de rest moeten vragen over. Ja, hoor ze op. Ja, hé, dat wist ik, dat je een scannertje had, zeg. Ja, ik zag de laatst hier bij de dealer waar ik die 3D-printer die toen gekocht heb, zag ik ook zo'n... Zoals scannertjes gaan, hè? Dat ging er met laser of zo. Ja, vind ik wel een beetje eng, zo'n laserding. En ik was een keer op een IT-beurs in, wanneer was dat, in Duitsland of zo. Er stond iemand die, oh nou, dat was CeBIT was het. Nou, dat heet gewoon geen CeBIT meer, of Hannover Messe, weet ik veel. Het is allemaal veranderd, alles is anders zo. Vroeger had je een deel van de Hannover Messe, die was zo groot geworden. Dat je een hele beurs alleen maar van CeBIT had, hè. Maar daar stond een vent die had, daar kon je hele lichaam helemaal scannen. En dan kreeg je als uitkomst, als je dan €250 betaalde, dan kreeg je dus een kleine versie van jezelf. Ja, ik dacht, zou ik het doen, maar ik vond het wel een hoop geld, hè, voor zo'n lullig poppetje. En als je dan thuis komt en je bent dat poppetje kwijt, denk je, nou, dan voel je wel lullig, hè. Ja, nee, die scanners die ken ik wel. Ik heb wel eens gezien, maar ik heb niet echt de behoefte aan een scanner. Ik teken het liever, vind ik wel leuk. Dan zie je zo ineens, wat je zelf getekend hebt, zie je ineens opstaan op een printer. Hè? Ja. Ja, je moet maar even kijken op, en dan stop ik ermee, want ik heb even andere dingetjes hier te doen. Je moet maar eens naar Octoprint kijken, dat is een heel interessant iets. Dan kun je de printer, dat webservertje, die Octoprint routine, dat is trouwens ook een plugin voor Cura. Kun je erin zetten. Dat gaat heel makkelijk. Octoprint heet het. En dan kun je er aan je systeem een webcammetje hangen. En die maakt dan elke keer als de kop even weggehaald wordt van dat werkstuk, die maakt dan even een foto van het werkstuk. En dan krijg je dus zo'n soort, soms zie je ineens zo'n, hoe heet het nou, een timed picture hier. En dan kan je dus ook op afstand kan je zien of er iets fout gaat. Ik was laatst bezig met iets aan het printen en dat was helemaal fout gegaan. Hè? En had ik toen nog geen Octoprint geïnstalleerd. Dus ik kon niet kijken op afstand hoe het met mijn print zat. Hè? Dat is wel handig. Dus Octoprint, ik weet niet of je nou eens van gehoord hebt, maar het is zeer interessant. Een Duitse open source ontwikkeling, hè? Heel interessant. Oké, hey Rob, ik ga nog door. Bedankt iedereen voor de leuke ronde. En volgende week ben ik er waarschijnlijk wel weer. Ik heb er echt wel weer zin in. Het was een leuke ronde, veel mensen en veel verhaal. Oké, ik geef me even jou op en dan
dan zou ik zeggen prettig avond verder, hè, PL3BKL. PL3BKL, papa, of je dat iets tegen toe. Ja, nee, prima joh, dat, ik heb in mijn printer zit een camera, hè, dus ik heb gewoon live, ik heb live feed, hè, wat dat betreft. Ik kan zelfs een app downloaden op mijn telefoon, dan kan ik het door het hele land zien wat hij doet, hè. Inderdaad, het gaat altijd wel eens een keertje mis, hè. Mij laat ook wel eens los, hè, dat is wel irritant, maar meestal weet ik wel wanneer het gaat gebeuren, hè. Ik heb nog één laatste vraagje, en dat is, waarin teken jij je modelletjes? Ik teken dat zelf in Fusion 360 over. Ja hoor, ik ook. Ja, dat werkt hartstikke mooi. Ik moet er heel erg wennen aan de interface en zo. Het is ja, alsof ik in een ander land kom met een taal die, waarvan ik nog nooit gehoord heb. Maar het is, ja, als je dan een paar keer wat hebt gedaan en zo, dan is het wel leuk. En ik ben ook wel even een, ja, de nitty gritty wil ik ook wel een beetje weten. Want er komt ontzettend veel mee. Hè. Je ziet echt ontwerpen staan. Dan denk je van, jee, maar de thema, dat zal ik nooit kunnen. Maar het is allemaal vrij logisch. Hoe je van het ene naar het andere komt, hè, in een tekening. Ja, dat is wel leuk. En ik heb werktuigbouw gedaan, dus ik ben bekend met tekenen. Dus dat is allemaal niet zo'n probleem. Maar het is wel een heel erg mooi programma, hè. Ja. Ja, ik weet niet verder betaalde versie heb of het gewoon de hobbyversie. Maar ik, als ik het programma zou kunnen kopen, dan zou ik het doen voor een one-shot bedrag. Ik zou maar zeggen €200 of zo, of €150. Maar ik ga niet jaarlijks betalen, hè. Dat red ik niet aan. Nee. Dat is een soort mode. En daar ga ik niet aan meedoen, hè. Ik wil gewoon een vast bedrag betalen. Dat deze bij Adobe ook, hè. Ik had toen de hele Adobe suite. En nu moet je gewoon elke maand moet je, nou, iets van €65 betalen en zo. Ik kan het wel betalen, maar ik vind, ja, je blijft je hele leven betalen, hè. Net als met die printercartridges. Die printers verkopen zo bijna niks. En de consumables, daar vangen ze dik geld voor, hè. Dat is een mooi verdienmodel, maar helaas pindakaas, hè. Oké, dus dat, ja, Fusion 360, fantastisch programma. Oké, kun je zo papa al 4 extra even doen. Ja, inderdaad, ik ben daar heel erg, ik vind dat een super programma inderdaad. Je kan de gekste dingen mee doen. Ik heb inderdaad, vroeger hadden we een ander systeem in. Dan kon je de echte versie als hobbyist gebruiken. Maar dus tegenwoordig heb je weer een hobbyversie. En die gebruik ik dan ook. En dat werkt voor mij voldoende. Ik kan er alles mee wat ik wil. En alleen laatst was ik weer even de kluts kwijt. Dan had weer wat veranderd in het exporteren van de files. Hè. Dus vroeger had je gewoon de keuze export naar STL en tegenwoordig export je naar een of ander anders, naar een of andere mask, moet je dan weer STL kiezen, STL binary of zo, kan je kiezen dan en dan heb je hetzelfde effect. Het is alleen weer veranderd. Ja, als mij, net wat je zegt, als ik kon kopen dan voor die prijs, dan had ik het ook gekocht. Maar dat kan niet, hè. Je moet inderdaad zoveel op tafel leggen elke maand en dat vind ik ook niet aardig. Hè. En dan begin ik ook niet aan. Dus dan gebruik ik gewoon de hobbyversie en die wel vooralsnog werkt dat naar tevredenheid. Ik heb nog niks tegengekomen dat ik iets niet kon. Hè? Dus dat betreft, dan misschien moet ik ontslachtig gaan doen af en toe. Maar dat kan ook een gebrek aan kennis zijn natuurlijk. Oké. Okay. Je wilde wat dus. Ik wens jou een hele prettige avond. Wellicht leuk voor het gesprek. Bedankt. En nou, succes met 3D printen. Ik ben er heel erg blij mee dat dingen bestaan. En we spreken elkaar wellicht volgende week. Weer groetjes vanuit Nederland. Papa Alfa 4 Delta X-ray. En mocht Frans of Alain aanwezig zijn en nog een opmerking hebben, dan ga je gang, Frans, over. Ja, ik ben nog aanwezig uiteraard. Ik ben even naar die Fusion 360 aan het kijken, maar €1400 per jaar te gaan betalen voor zo'n programma. Daar vind ik een beetje niet echt in de hobby-sfeer nog terecht, hè. Nee. Ja, ik zelf gebruik ik SketchUp van Google. De oude versie zelfs. En daar heb ik een plugin voor SLS files te maken. En ja, dat werkt ook echt uit de kunst, vind ik zelf. Maar dus ja, net wat je zegt, als je eenmaal aan het software gewend bent, dan wil je niet anders, hè. Dus ik ben ook wel eens zo rond het neuzen. Ik heb ook nog een 3D-CAD versie heb ik nog ontdekt op internet. Maar ja, ik zeg al, het moet hobby blijven en dan moet het niet in de duizenden euro's gaan lopen, hè. Dat vind ik een beetje, ja, te. Oké, maar ja, het is wel uiteraard mooi.
ik wil wel eens kijken of die testversie is besteld. Maar zij vragen meteen al, als je dus die testversie wilt hebben, wat voor bedrijf je hebt. Nou, die heb ik helemaal niet. Ik zit gewoon in de hobby-sfeer. Dus ja, dus nog even bekijken hoe ik dat moet doen. Ja, kun je zelf, Frans. Nee, je kan hem als goed schoon als, als gewoon een particulier hobbyist, kan je die gewoon downloaden. Dus, ze hebben hem wat verstopt. Ik was ook erg lang op zoek naar waar hij was gebleven. Maar je kan hem als gewone particulier gewoon gebruiken. Dan krijg je een of andere feestje waar ze een paar dingen hebben uitgesloopt. Maar dan ga je gewoon niks van merken. Want het ding is gewoon zo uitgebreid nog steeds dat je er alles mee kan. Echt waar. Ik vind het een fantastisch programma. Vroeger hadden we ook van Autodesk een ander programma. Dat was een beetje voor hobbyisten. Uitbedacht, maar ik weet niet eens meer hoe het heet. Maar er zijn zo even, hebben zijn mensen mee gestopt. Hè. Dus toen moest je wat. Nou, dan kon je naar dit toen ben ik overgestapt naar deze. En toen kon je nog als hobbyist, zeg maar, dat gewone programma gebruiken. De echte professionele versie. Maar sinds kort of eind vorig jaar is dat ook weer veranderd. Want natuurlijk iedereen was ook bang dat alle bedrijven het ook gingen gebruiken. Dus maar nu ben je dus als hobbyist, kan je dat nog steeds. Voor een groot deel, voor 90% of zo, is het ding gewoon hetzelfde als de echte versie. Hè? Alleen moet je dan dat via een omgangetje moet je het aanvragen. Joh. Het is verstopt, maar je kan het vinden. En er zijn ook heel veel leuke op YouTube filmpjes van hoe je bepaalde zaken moet oplossen. Dus het is niet alleen download software en veel succes. Maar er is ook echt heel veel uitleg over hoe je dingen kan doen. Bijvoorbeeld tandwielen maken, dat soort dingetjes. Of hele rare vormpjes, zeg maar. Dat is allemaal, wordt dat keurig uitgelegd, netjes in het Engels. Met voorbeelden erbij, dus dan, ja, dat vond ik wel weer een voordeel van dit, hè. Niet je tien slagen er rond te zoeken als je iets geks wil, hè. Oké, maar dat is eigenlijk. Maar er is een oplossing, Frans, er is een hobbyversie over. Ja, prima, hè, goed. Ja, ik denk dat het eigenlijk meer puur van de autocar afkomt, hè. Ja, dat is wel de grootste speler tegenwoordig op de markt, hè. Zowel voor elektronica als gewoon grafisch tekenen, ja, vaktekenen, noem maar op, 3D tekenen. Dus daar hebben ze zich toch overal in gestopt, hè. En ik denk dat daar wel weer een sub van is. Kan dat kloppen, Rob? Ja, ik weet dat er ook, er is ook een elektronisch programma van, dat heette Eagle, was vroeger ook van hun. Het zit mij tegenwoordig ook erin gestopt over. Ja, kijk aan. Ja, dat valt allemaal onder de grote noemer AutoCAD, hè. Ja, dat CAD systeem is dat. En, nou, ik ben eens benieuwd. Ik ben de testversie nu aan het downloaden. Hij is 36% is klaar. Dus, ja, je hebt me toch even getriggerd, Rob. Mag ik weghelpen? Ik weet niet of het snel was, ik weet boven wie me heen ging, maar ik hoor graag wat je ervan vindt. Het is echt, ik vind het, als je eenmaal een beetje in de gaten hoe het werkt, is het, dan werkt het fluitend. Hè? Het is echt, ja, ik weet het niet. Maar het is natuurlijk, ja, je moet ook een beetje leren, het heeft wel een leercurve nodig, maar als je eenmaal in de gaten hebt, dan zeg ik dat. Dan werkt het echt als een trein en je kan er echt de meest gekke dingen mee doen. En er zijn zoveel mogelijkheden die ook al volgekoud zijn. Dus dat is ook wel mooi. Je hoeft niet alles zelf te zien. Er zit ook gewoon direct uit de box oplossingen in over. Ja, dat klopt. Maar ja, er zijn ook nog genoeg dingen op internet, hè. Ja, maar oh, hoe heet niet hoe weer die subfile. Daar kun je dus eigenlijk alle SLS-files kun je zo downloaden, hè. Ik ben even de naam kwijt. Maar ja, dat zit er ook legio voorbeelden liggen erin, hè. Dus, en ook dat je zegt van gewoon SLS, nou dat zet je op een SD-kaartje en je doodt de printer in en rammelen met de hap, hè. Zelf kan niet dat, maar dat vind ik dan weer niet zo leuk. Eigenwijs, ik het zelf wil maken altijd. Hè? Ja, met mijn eigen sausje overheen, zeg maar. Maar inderdaad, ik heb wel eens gekeken in die sites, waar al in staan zo'n fantastisch mooie dingen tussen. Ook heb wel eens gekeken naar zo'n knakker, die had een hele motor, had die in 3D, kon je hem naprinten. Die was helemaal, alle tekeningen waren al beschikbaar, joh. Dat was best geinig. Dus als je een motor of een versnellingsbak wil printen, die kan je daar gewoon doen. Die zelf verzinnen, dat staat er gewoon. Ik vond het wel heel erg dapper, hè. Om dat helemaal na te zien te maken. En het werkt ook nog uiteindelijk, op een of andere manier. Ja.
Nee, maar oké. Als je hem hebt en je vindt hem leuk, laat het eens even weten over. Ja, dat zal ik zeker. Maar volgens mij, je hebt aan de 100 nog even in. Dus mocht PA3 BKL nog zijn, Robert, dan krijg je nu de maak. Ja, Roger. Dank je. Ja, ik had nog even een opmerking. Dat is heel erg interessant voor jou ook misschien, Rob. Je weet misschien hoe ze in G-code een cirkel maken. Dat als je een cirkel in hele kleine stukjes knipt en die stukjes worden oneindig klein, dan worden dat gezegd de rechte stukjes. Hè. Daar kan je de buiging niet meer van detecteren. Nou is er een vent in Amerika die heeft iets heel interessants gezien. Die heeft gezien dat eigenlijk als er cirkels worden gemaakt, dat oneindig veel bewegingen zijn. En je zou ook al die rechte stukjes die aan elkaar geplakt worden, zou je allemaal weg kunnen halen en daar gewoon een arc van maken. Dus gewoon een echte ronding, dus een geometrische figuur. Die jouw ronding heeft. En dat is dan gewoon één beweging die gewoon als commando beschikbaar is. Hè? En nou heeft hij een programma gemaakt, dat heet Arc Welder. Dat is heel grappig, ja. Arc Welder heeft niets te maken met lossen, maar dit is gewoon een hele grappige naam. Die heeft een stukje software gemaakt die al die onnodige, veeltallige bewegingen eruit haalt. En dat vervangt door één commando die gewoon een deel van een cirkel maakt. Of een echte cirkel, of noem maar wat voor gebogen vorm. Hè. En daarmee bereik je dat de G-code, dat is de tekstfile waar al die commando's in zit. Ga even naar X, Y, dat coördinaat. Print even een stukje van 1 centimeter, even de kop omhoog en dan weer even terug naar een andere locatie en zo. Al die commando's die staan in, dat heet dan G-code. En door middel van dat arcwelder, dus je gooit die file in arcwelder en dan komt die er zo rond de 40% kleiner uit. Dat betekent dus dat je printer veel minder beweging maakt, slijt minder. En minder trillingen maakt, dus de print wordt mooier. En je krijgt een snellere print. Had je daar wel eens van gehoord? Arc Welder. PA4DX3BKL. PA3BKL, PA4DX. Nee, dat heb ik nog nooit gehoord, maar ik ga er zeker naar kijken. Want als mijn printer minder slijt, dan word ik natuurlijk alleen maar vrolijker van. En dat hij minder beweging maakt, word ik ook wel. Dan gaat hij dan, want je zegt, het wordt gewoon sneller. Hè? Dus dat, en snelheid is natuurlijk niet de meeste waar je op 3D print voor moet kopen. Hè? Dat gaat niet echt supersnel. Dus als je ingewikkelde dingetjes print, dan duurt het toch al best wel lang altijd. Hè? Ja, oké. Okay. Arc wel. Ik ga er naar kijken. Ik ga dus kijken als ik dat door mijn G-code laat lopen. Of het dan inderdaad kleiner wordt en wat er dan gebeurt. Hè? Ja, ben ik wel benieuwd. Nou, want op zich... Als je de cirkel wordt print op mijn print, en toch heel vaak komen de cirkels voor, dan is het gewoon en is het een cirkeltje geprint. Hè. Dus op zich gaat het natuurlijk, hoe die dat intern doet, weet ik eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk nog nooit naar de G-code gekeken, moet ik eerlijk zeggen. Daar was ik een beetje te lui voor, want ik doe gewoon print en dan gaat hij aan de gang. Maar ik ga het zeker bekijken, Rolf. Dat lijkt me een mooie tip, hè? Oh. Ja, Roger. Ja, ik vond het best wel interessant. En trouwens, ik hoor steeds meer verhalen, geruchten, dat Prusa is bezig met een nieuwe printer. Kijk, die MK3, dat is al, er zijn al 4 of 5 iteraties van geweest. En voorheen heette dat ding MK2 en er waren ook allemaal op versies van en zo. En het is leuk, zie, als je een printer hebt gekocht, dan kun je hem dus, als er een uitbreiding is, kun je die uitbreiding gewoon inbouwen in je printer. Hoef je geen nieuwe te kopen. Dat is best wel een financieel leuk plaatje natuurlijk. Hè? Dat je nooit een oude printer hebt of zo, die hopeloos achterblijft. Maar Prusa is nou bezig met een nieuwe printer. En dat is dan een groot volume printer. Ik zal maar zeggen 40 bij 40 bij 40 en zo. En dat ding gaat dan waarschijnlijk heten de Prusa XL.
En er gaan geruchten dat hij met het Core X-Y systeem werkt. Hè. Dat is dus niet alleen maar een X- en Y-motor, maar dat dus X- en Y-motor eigenlijk in één beweging gaat. En dat scheelt dan ook weer snelheid en zo. Hè. Ja. Ja, ik heb een keer gemeten, die printer van mij, die 3D-printer, die Prusa MK3S Plus, die maakt maximale snelheid van 200 mm per seconde. Dat is toch wel een behoorlijke snelheid. Maar ik heb mensen gezien die waren experimenteren met dat Core X-Y systeem. Een bepaalde manier van het besturen van die kop. En die waren aan het printen met 400 mm per seconde. Nou, dan als je dan even zo'n Benji maakt, nou, dan ben je binnen 10 minuten klaar. Joh. Dus moet je maar eens opzoeken die printers. Dus er komen steeds meer van die Core X-Y dingen. En Prusa is ook bezig met zo'n dingen. Ik denk dat er in september wel een XL... op het internet verschijnt en te koop aangeboden wordt door Prusa. Hè? Ja. En ik heb er wel, ben er wel zeer benieuwd naar wat ze dan gaan bieden. En hoeveel dat ding dan gaat kosten en zo. Maar er roept al iets van $1200 of zo. Maar ik kan niet weten. Hè? Maar dat is heel erg interessant. Ja, er zijn zoveel interessante dingen. Maar die, dat print, dat 3D-print, dat is nog steeds volop in ontwikkeling. Hè? PD, wat moet je mij nou horen? PR4, DX, PR3, weet ik al. PR3, BKL, PR4, DX, Retour. Ja, nee, dat zeg ik allemaal niet. Ik ken dat systeem niet. Het is wel een mooi systeem als je printer ooit hoeft te vervangen. Want kijk, meneer Ultimaker, die heeft gewoon, maak nieuwe printers. En alles wat je hebt is voor jou. En succes ermee. Ze houden wel mijn software bij. Als we voor alle modellen software bijhouden, weet ik niet. Maar voor mij hebben we laatst een BIOS-update gehad. Of zo'n software-update voor interne, zeg maar. Ja, en je krijgt natuurlijk ondermate nieuwe Cura toegestuurd. Die dan weer allerlei nieuwe dingen bevat voor hun nieuwe printers. Hè. Maar op zich, ik weet niet hoe je dat printen. Je hebt natuurlijk diverse soorten van kop. Hè. Je hebt kop met de motor erin. Je hebt ook een print waar de tafel van beweegt. De kop stil staat of zo. Of allebei een beetje. Nou, mijn werk gaat kop op en neer, maar de motor zit er niet op. Het is alleen maar een losse kop. Ik heb zo'n duo extruder erin zitten. Dus ik heb twee koppen. Dus ik kan twee kleuren tegelijk printen als ik dat zo wil. Hè? Wat dat betreft. Dus, maar de techniek gaat voort en het wordt steeds mooier. Hoor. En het zal ook zelfs steeds sneller gaan. En de materiaal die je nu ook hebt, bijvoorbeeld ABS met stof erin. Dus dat is dan supersterk, weet je. Dus dan... heb je dat soort dingetjes weer? Of ja, de meest rare dingen kan je tegenwoordig komen. Ik zag laatst ook een van Maas best prijzig. Die dat filament. Dus dat betreft. Het is al best wel. Niet zeg maar zomaar dat je een paar rollen kan halen. Hè. Dat loopt best in de papieren zeg maar. Maar de techniek schrijft voort. En wellicht wordt het steeds mooier in de toekomst. Het steeds nauwkeuriger. Ik vind nou wat er nu uitkomt. Is al helemaal prachtig. Maar het zal wellicht allemaal nog mooier worden hier. Nee, ik zal het in de gaten houden. Dat merk ik niet. Want ik ben natuurlijk heel gefixeerd. Op Ultimaker. En wat ze allemaal maken. Die hebben ook een hele mooie S5. Hè? Maar ja, die is helemaal niet te dokken. En heb natuurlijk. Ik zag laatst nog een HP 3D printen. Maar die kon ook metaal printen. Maar die was helemaal de prijs van een auto. Hè, wat dat betreft. Oké, maar ik ga de mic even loslaten. Rollen. Ik ga ook even wat drinken. Want ik heb een heel droge keel. En dan geef ik jou nog even de mic. En dan straks nog even naar Frans. En dan stop ik ermee. En dan wens je een prettige avond. Ik kijk naar Ark wel. Dat is zeker interessant. En we spreken elkaar volgende week. PA3, BK11, Papa Fidel, X-Ray. En dan geef ik jou de mic. En geef jij hem even Frans de mic. Over. Ja, Roger. Ja, van 3D-printers kan je gewoon eindeloos praten. Hè. Dat is echt best wel interessant. Ja. Maar... Ik heb ook eens een keer, even heel kort, in Amsterdam had je, vlakbij de Universiteit Amsterdam had je een heel klein winkeltje. Nou, echt een kop-op-kont winkeltje, geloof ik, 2x2 of 2x3 of zo, heel klein. Maar die had zo'n Ultimaker, weet je wel, zo'n oud ding nog. En toen heb ik bij hem een beetje gekeken, ik vond het prachtig, stond er 2 of 3 dingen voor de ramen, voor de raampjes te printen en zo. Ik vond het super interessant allemaal. En toen heb ik bij hem zo'n klein Mobius... lusje gekocht, zo'n loepje. En dat heb ik nog steeds natuurlijk nooit weg. Ik vond het heel erg indrukwekkend dat je zoiets moois kon maken en zo. Maar dat zag er 10 jaar geleden natuurlijk niet uit. Het zit onder de bobbeltjes en zo. Maar het ging erom het principe dat je iets kon maken. Maar dan heb ik zelf even een Mobius lus getekend in Fusion 360. En
Nou ja, als je ziet hoe dat eruit ziet, dat is net alsof het spuitgietwerk is. Hè? Ja, ongelooflijk. Oké. Okay. Heel hartstikke bedankt erop. En ja, inderdaad, tot volgende week. Ik verheug me erop. Ik geef even aan Frans. En jij ja, even de finale van P3 BKL in Istanbul. Ja, dankjewel, Rob. Nou, ik hoor dat jullie al behoorlijk actief zijn en die dingen, hè. Ja. Ja, nou ja, goed. Ik zit natuurlijk ook wel weer met het financiële plaatje. Het zit gewoon in de hobby-sfeer bij mij. En ja, ik moet zeggen, met die Annex A6 printer 3D ben ik ook tevreden, hè. Ja. Het is niet echt... Wat jullie dan hebben, maar ach ja, hij doet het goed. En ja, ik heb het programma ook gedownload, dus ik ga toch wel even kijken hoe dat een beetje in elkaar steekt. Ja, het nadeel van een nieuw programma is dat je er eerst behoorlijk wat tijd in moet steken om het goed te leren. Maar ja, goed, daarnaast werpt het wel de vruchten aan. Goed jongens, ik laat me nou meteen zakken. Ik ga nog door. Ik dank jullie voor het leuke gesprek. En ja, we horen elkaar nog zeker wel, hè. Mocht je eventueel interesse hebben, kun je nog eens even naar mijn site gaan, pd4revenier.nl. Dan zie je ook het plaatje van de printer. En je kunt daar ook bij die slag, kun je dus meeluisteren. En ik heb daar ook dus de mensen die dus op die staan beenflexen zitten, die staan daar ook gelijk dat je kunt zien wie actief is. Zelf hebben we dat zo gemaakt dat ik gewoon de laatste vijf hier geprojecteerd op mijn scherm zie. Gewoon een klein schipje gemaakt en dat werkt ook uit de kunst, moet ik zeggen. En dan ja, kun je ook zeggen PA3 BKL, die kun je dan heel makkelijk terughalen, of PA4 DX. Dat werkt wel wat makkelijker, hè. Ja, ik heb ook vier schermpjes. En ja, ik hou me eigenlijk overal een beetje mee bezig, maar niet overal intens mee bezig. Dus zodoende. Hé jongens, ik zou zeggen nogmaals, PA3 PKL, geef jou de mic even. En PA4 DX ook de 73 van mij. En ik stop dan gelijk. Ik blijf wel nog even luisteren. Ja, was je Frans? Heel goed, hè? Ja, oké. QRT. En ook goed aan Robben. PA4DX, PA3 BKL, QRT.